Heren, het is vandaag zondag 30 mei. 31. En ik ben hier samen met... wat, sorry? 31. Oh, ik maak nu al hier een fout. Zondag 31 mei. Begint gewoon terug opnieuw. Begint gewoon terug. Fuck it. Kat, kat. Altijd hetzelfde bij mij. En we zitten hier met Alex, Agnew, Erik van Looy, Sven de Ridder. Heren, welkom. Ja. Hallo. Dank je voor de uitnodiging. 31 mei. Ja, tuurlijk is het 31 mei, want het is vandaag... de verjaardag van Clint Eastwood. Yay, happy birthday, Clint. Happy birthday, Clint. Hoe oud is het vandaag eigenlijk? Letterlijk 90. Right, cool. Hij is geboren in 1930. Dus, het is wel een echt een bijzondere verjaardag. En ook een van zijn laatste ga ik in principe van... ik bedoel, ja. Hij fokken. Ja, hoe? Je weet dat nooit. Zijn moeder is 97 geworden, hè? Zijn moeder is 97 geworden. Ja. En Kirk Douglas 103 of zo. Ja, dus wie weet dat hij zo wat stevig is, dan trekt hij het toch nog 13 jaar. Hè? Dat zijn ook nog 13 films dan. Ja, ja, dat is wel oké. Okay, ja. Hij heeft de laatste 5 jaar nog 4-5 films gemaakt, hè? Mm-hmm. Ja, ik vind het echt ongelooflijk hoe hij dat doet. Ja, en dat soms nog meespeelt ook. Bedoel, als ik op mijn set sta, dan denk ik van, oh, stel dat vorig jaar nog iets anders zou moeten doen. Maar ik vind het echt ongelooflijk dat maar het is ook iemand van de one-takers, hè? Dus ja. Hij is snel content, hè? Ja, snel content. Ja, nee. Hij heeft Oli de ploeg rond zijn van het begin, denk ik. Ik denk dat hij heel goed weet wat hij wil. Uitleg zal hem ook niet veel doen, maar ik denk dat hij heel goed cast en dat hij gewoon zoiets heeft. Ja, kom, doe het maar direct. Ja. En met Tim Robbins van Mystic River, wat ik echt een fantastische film vind, bij de lunch waren ze altijd klaar. Dus ze draaien, het was lunch en dan was het gedaan. Ja, ik viel hem daarna in slaap, ik weet het niet, maar kwam ze na de lunch naar huis. En dat is inderdaad iets dat bij hem, ja, hij werkt ongelooflijk efficiënt. Je hebt ook een heel mooi verhaal van Tom Hanks, die je vertelt hoe het is om geregisseerd te worden door Clint Eastwood. En dat hem zelf zegt van, ja, ik ben, je zit al een grote ster als je Tom Hanks bent, maar toch is hij nog intimiderend dat Clint Eastwood is. Ja, en die zegt, ja, die behandelt zijn acteurs zoals paarden. En die zei vroeger in films, had altijd zo'n gast die zo met heel veel show riep van, take and action! En die paarden verschoten er altijd van. Dus veel van die westerns Clint Eastwood had zoiets, nee, we gaan gewoon beginnen opnemen. Jij begint te spelen en hij wist dat het gedaan was wanneer Clint Eastwood tegen hem zei, that's enough of that. En dat was een goeie take, want als hem deze hoorde, stop that. Dat was het slecht. Dan wist hem, shit, kon dat terug opnieuw moeten doen. Maar die is inderdaad niet iemand dat heel veel takes gebruikt, naar het schijnt. Dus dat is wel tof. Ja, en ook heel veel tekst schrapt, hè? Want ik geloof dat hij in zijn scenario's vroeger, dat hij allemaal echt tekst van zichzelf schrapte, om tot een basic te komen. Van less is more, effectief, hè, voor hem. Ja. Ja, als dat je is ook duidelijk, hè? Heel veel van zijn personages zeggen weinig, hè. Ja, die zijn heel... Ja. Ze hebben zelfs geen naam. Niks. Ja, het is ook wel bijzonder dat iemand die zo iconeske acteur is, 71 credits op IMDb en 41 credits als regisseur. Ja, dat doet toch niemand hem na eigenlijk. Hè? Daar is hij toch uniek in. Ja, pas op, ik ben wel volop bezig. Ik kon hem nog wel inhalen, denk ik. Niet als acteur, hè, Erik. Nee, is Woody Allen niet... Woody Allen, ja, meer volgens mij acteren en regisseren. Allee, vind je dat nu erg, Sven? Om die mensen een verjaardag te gaan aan op. Ik ben een verjaardag niet graag. Ik heb gelezen dat hem echt niet graag verjaard. Nee? Nee, verjaard niet graag. Allee, van sinds een bepaalde leeftijd verjaard het niet meer graag. Dat zal het van de morgen ook gewist een happy birthday. That's enough of that. Dat is vanaf nu het ding dat we altijd moeten zeggen als we beurzen. Dan gaan we full on Clint. Ja. Weet je nog wat de eerste film is die we gezien hebben van Clint Eastwood? Of met waarschijnlijk. Zijn we begonnen met Raw Hides? Ik weet het niet. Nee, maar... Ja, zeg maar, Sven. Mijn allereerste film waar ik eigenlijk in contact ben gekomen met Clint Eastwood is Escape from Alcatraz. Ah ja. Dat was mijn... En ook op video. Ik had er daarvoor nog niet echt van gehoord van de man. Ik was toen, denk ik, een jaar of 9 of zo. 9 of 10. Is van 79.
Sorry, ja, voilà. Poppen met kennis. Ja, ja, maar nee, maar waarschijnlijk zal hij dan op video's zijn uitgekomen, zo, ja, dat wel, dat kan. 84, 83, zo. En dat was mijn eerste kennismaking met Clint Eastwood, en dat was direct goed. Ja, dat is... Bij jou, Alex, zeg jij het? Ik weet dat ik vroeger een film gezien had die een hele grote indruk op mij gemaakt had. Ik wist niet wat de titel was, ik wist niet wie de acteurs waren. En jaren later heb ik die teruggezien en had ik ineens deur, godverdomme, dat is Jeff Bridges en Clint Eastwood, Thunderbolt en Lightfoot. Oh. Dus dat is een van de films dat ik mij nog herinner. Dat zal een van de eerste zijn, denk ik, dat ik echt bewust denk van, ah ja, dat moet zo lang geleden zijn, want ik wist zelfs niet eens dat het Clint Eastwood was. Dus... Blij dat je die aanhaalt, want in onze top, we hebben allemaal een top 5 gemaakt en daar heb ik een top 15 uitgemaakt. We hebben ook allemaal een regie top 3 gemaakt en daar heb ik een top 8 uit kunnen distilleren. En deze stond er niet tussen en ik vond dat wel een die vermelde zwaard is inderdaad, Thunderbolt en Lightfoot. Ik heb die onlangs gezien, ik had die blijkbaar nog niet gezien. Ik vond dat fantastisch goed, dat blijft echt nog... Ja. Ik vond die wat tegenslag. Ik heb die een jaar of twee geleden teruggezien. En in mijn herinnering als kind, wat je titels hebt met films, was die plezanter. En nu vond ik die dat zo wat, dat dragde zo wat, vond ik. Maar dat is... Ja, nee, ik vond dat... Ik blijf echt wel overeind, hoor. Ik weet dat ik vooral onder de indruk was van het feit dat Clint Eastwood iedereen in elkaar ramt in die film en dat Jeff Bridges heel de tijd maar slaag krijgt. En dat hij op het einde van de film ook doodgaat, in de auto zo, naast hem. En dat was zo... Ik was als kind was ik enorm onder de indruk van dat idee ook, dat een film kon eindigen en dat dat niet goed eindigt. Nee. Zo, dat was ook zoiets als kind, dat je dat voor de eerste keer ziet, je bent niet goed van een unhappy end. Hè? Ja. Nee, dan denk je echt zo, dat moet toch allemaal goed komen? Dat zijn toch vrienden? Dat zijn toch de helden van het verhaal? Ze vinden wel het geld. Ja. Het gaat over dat ze op zoek zijn naar een geldsom. En dat vinden ze op het einde, dus je denkt, jee, en dan toch, nee. Ja, een klein beetje vergelijkbaar met het einde van Less Than Zero. Hè? In de auto ook, met Robert Downey Jr., die zo ineens... Gewoon op de schouder valt en je denkt, oh shit, en dat is het. Ja, en een beetje een perfect world, hè, waar dat dan zelf nog eens in terugdoet, hè, als regisseur. Ja. Absoluut. En bij jou, Erik, wat was jouw eerste kennismaking met Clint? Mijn eerste kennismaking met Clint was in Blankenbergen. Geïnteresseerd! In Blankenbergen was er, ik weet niet of het nu gezien was, maar toen ik jong was, pakte 8 of 9 jaar, waren er geen cinemas, maar waren er wel cafés waar ze films projecteerden op 16mm. Echt? Met heel slechte klanken. Ja, dat is echt waar. Dat is, En in een van die cafés stond op het programma Where Eagles Dare. Oh, topfilm. De Nederlandse titel De Arenden Vallen Aan. Daar had de Nederlandse titel gehoord. En ik vond dat ongelooflijk spannend. Dat is zo de Bunch of Guys on a Mission movie, wat Tarantino altijd zegt. Die dingen trouwens een van de lievelingsfilms van Tarantino. En hij speelt met Richard Burton. Een soort commando dat een generaal uit het kasteel van de nazi's moet bevrijden. Heel spannend. Zeer goed. Die komen we zo meteen ook nog tegen. Ik heb voor speciaal, nu alleen voor de podcast, ook voor de lol natuurlijk. Ik denk dat ik tegen de laatste 2 weken 35 films van of met Clint Eastwood heb gezien. Jij hebt een overdosis gehad, hè? Ik heb een overdosis gehad. En het enige wat daar vervelend was, is dat omdat hij heel veel als regisseur heel veel acteurs hergebruikt, is dat bijvoorbeeld Sandra Locke, een actrice waarmee hij samenwerkte, hij had daar ook een relatie mee. Ah, oh, wat je zeggen. Een aantal, hij had er ook niet mee. Ze waren allebei getrouwd. Hij had ook geen keuze, hè, Fokke? hij moest wel. Nee, maar ik geloof wel zelfs dat hij zijn minares vaak bedroog ook wel, hoor, Clint. Dus ik bedoel, het was een redelijk heftige kerel wat dat betreft. Maar dus op een gegeven moment in de film Sudden Impact, hè, de vierde Dirty Harry film geregisseerd door Clint, speelt zij een verkrachtingsslachtoffer. Mm-hmm. Wat mensen verborgen door ze in hun kruis te schieten. En dan de film die ik daarna zag was... Any Which Way But Loose. Every Which Way But Loose. Waarin zij een zangeresje, een heel schattig zangeresje speelt. Ik zeg, ja, die hebben gisteren nog gasten in hun kruis geschoten. Weet je wel, dat is... Ja, dat is acteren, hè, fuck. Maar vooral ook, er is één acteur die heeft echt een rotkop. In High Plains Drifter speelt hij de barbier
En in The Anyway Which But Blues, Any Which Way But Blues, Every Which Way. Every Which Way. Ah, wat een moeilijke titel is dat. Any Which You Can. Ja, dat is die andere. Speelt hij een van de bende, van de motorbende. En dus gisteren was dat nog een cowboy en vandaag is dat een motorbende. Dat is wel verwarrend voor mij, vind ik. Ja, maar jij hebt het wel moeilijk missen van die kleine dingen, hè, Fokker. Er zit ook een aap in Any Which Way But Blues. En ik heb zo'n soortgelijk aap. Dat was een Kayaan Betanten in Planet of the Apes, man. Dat is niet normaal. Net hij niet in zijn geweer vast, begon hij zo wat praat te verkopen. Dat ik dacht, was dat hier allemaal? Jij wordt toch een toffe aap? Ik vind het wel schoon aan Clint Eastwood dat hem zo dezelfde acteurs gebruikt. Dat wil zeggen dat hem een soort van bunch rond zich creëert. He, Jeffrey Lewis bijvoorbeeld, de pa van Juliette Lewis, is ook altijd aanwezig in zijn films. He. Ja. Ik heb deze biografie, dat is een biografie van Clint Eastwood. En ik heb The Life and the Legend. Zijn biografie uit 2002. Dus ze dachten, wat gaat hem toch doen? Dat is fucking bijna 20 jaar oud. Dat is eigenlijk niet meer... Ik bedoel, Million Dollar Baby. Is dat een geautoriseerde biografie? Want ik had één, unauthorized. Het is unauthorized. Ja, hier staan al zijn affaires in. Daarom is het zo'n... Ik weet er eigenlijk weinig van. Ik probeer het op een of andere manier. Hij heeft een ongelooflijk liederlijk leven geleid. En een enorm zware vechtscheiding, en weet ik allemaal. Maar er komt niet zo heel veel van de media, of het zijpelt niet zo door. Nee, hij heeft dat heel erg kunnen containen nu. Deze man is er echt achteraan gegaan. En ik las hem niet chronologisch, maar eerder naar aanleiding van de films die ik dan gezien had. Dus dan las ik het stukje wat over die film ging. En de script girl, de hoofdactrice... ze gingen er allemaal gingen ze voor de bijl. Nu, het is ook wel een ongelooflijk mooie man. Ja, charisma. Ja. Nee, mooi. Hij was vroeger echt een Adonis. Hij was ook fotomodel. Hè. Hij deed in het allerbegin van zijn carrière deed fotomodelopdrachten. Zijn zoon is ook Scott Eastwood. Scott Kahn, ja. Is ook, Scott Eastwood. Je hebt ook nog Scott Kahn, dat zijn er twee. Ja. Die trekken ook alle twee op hun vader. Dat is wel heel funny, is dat je die bij elkaar ziet. Is dat echt zo, kijk eens aan. Zo, ja, dat is inderdaad zo. Heeft hij volgens jullie, want er wordt over gediscussieerd. Daar heb ik niet uit Welke kinderen? Ja. Dus 8 kinderen, wat ik van weet, maar volgens dingen is dat veel meer. Ja, 8 kinderen en minstens 6 vrouwen en er zijn er nog veel meer. Sommige spelen mee, eigenlijk. Alison Eastwood, de Doek, die speelt ook af en toe mee. Mm-hmm. Regelmatig, ja. Dus dat we ook allemaal weten dat Arnold Schwarzenegger de zoon van Charlton Heston is, hè? Dat weten we allemaal. Of God. Ja, nu get your paws off me, you damn dirty ape. Ow. You're trying to oude tortillas. Ik weet niet. Dit wou ik ook nog even laten zien. Dit is de film Tarantula. Dat is even de allereerste ding waar hij in meespeelt. Hij speelt daar een piloot in. Dus je ziet hem eigenlijk helemaal niet. Want hij heeft zo'n ding over zijn hoofd. En hij heeft één scène waarin hij de Tarantula moet neerschieten. Eigenlijk. Wat zeg je? Ik zeg, die poelt een Tom Hardy. Zo de helft van zo'n... Nee, Tom Hardy. Zo, dat is, inderdaad. En een andere, ook uit 1955 zoiets, is Revenge of the Creature. En daar speelt hem een laboratoriumkerel in. Een wetenschapper. Wat ik niet echt... Ik vind Clint van alles, maar niet per se een wetenschapper. Mag ik dat niet zeggen? Jawel, maar daar moet zijn carrière niet op gebouwd uiteindelijk. Nee, dat was 10 jaar voor die. Hij heeft 10 jaar eigenlijk heel erg te zwoegen. Hij speelde in ofwel B-films, ofwel die TV-serie Rawhide was een redelijk succes, maar hij heeft echt lang moeten wachten. En het is niet uit het feit dat hij dan in Italië die 3 westerns ging opnemen waar niemand in geloofde. Ja, dat was niet van wilde natuurlijk. Nee. Want hij heeft, ik dacht, dus die dollarfilms waar hij dan uiteindelijk beroemd is mee geworden. Heeft hem gedaan voor $25,000. Enfin, de eerste neem ik dan. Ik denk, die tweede was voor a few dollars more, waarschijnlijk. terwijl James Coburn had aangeboden, maar die had dus dan met ICA $5,000 meer gebouwd. Die wou het niet doen. Je was te druk bezig met Amerikaanse James Bond rip-offs te maken. Our Man Flint. Just, zo, klopt. Top Phillips. Ja.
Alright, heren, we gaan beginnen aan de top 15 films met Clint Eastwood. Jullie hebben allemaal een top 5 ingediend. Ik heb dan de nummer 1 heb ik 5 punten gegeven, nummer 2 4 punten. En zo heb ik alle punten opgeteld. En ben ik tot een top 15 met een aantal gedeelde, op een gedeelde 13e plaats. Dus 3 films op de nummer 13, zeg maar. We beginnen met deze, dat is White Hunter Black Heart. Een film uit, ik weet niet welk jaar, ergens jaren 80, denk ik. Of 90? Ja, of zoiets. Ja, 1990. Ja, die staat in mijn top dinges. Die stond op de 5e plaats bij mij. Een film over Clint Eastwood speelt. Een regisseur die in Afrika een film gaat maken, maar eigenlijk een olifant wil schieten. En dat gaat over John Huston, die African Queen gaat draaien in Afrika met Humphrey Bogart en Catherine Hepburn. En daar een olifant wil gaan schieten. Dus een film over film. Ik zie heel graag films over films. Ik weet dat ik dit destijds heel goed vond. En ik heb het teruggezien. Ik vind het nog altijd goed. Die ene gast die in The Lawnmower Man speelt. Die speelt er zijn schrijver. Ja. Jeff Fahey, ja. Die speelt de schrijver. Het is ook Clint die niet typisch Clint speelt. Vind ik ook wel leuk. Hij speelt echt John Huston. Hij doet een soort van stemimitatie van de regisseur John Huston. Hebben jullie die gezien ook? Of, Ik heb hem gezien, ja. Ik was toen geen fan, maar nu dat je het allemaal vertelt, ga ik eens terug zien. Ik heb hem niet gezien. Wel dat hij dan niet voor die een baard is gegaan, maar dat is ook typisch iets. Ja. Als hij dan inspanningen gedaan heeft, dat ik het eerlijk gezegd om op John Huston te lijken, of een soort John Huston te klinken, dan is die baard... Die zou dan noodzakelijk zijn bijna, ja. Nu, de personages heten anders, hè, dus ze heten geen... Dus waarschijnlijk rechtergewijs of zo. Plus ook, het is gebaseerd op waar gebeurt ding, maar waarschijnlijk de obsessie die Clint Eastwood hier heeft om die olifant te gaan schieten, dat zal misschien wel mee hebben gevallen. Ik ga ervan uit dat John Huston daar voornamelijk was om die film te maken, terwijl het personage waar Clint daar voornamelijk is om die olifant te schieten. Ja. En dan ook oog in oog met die olifant komt, en dat is echt een heel goede scène. Dat is echt heel knap. Dus dat was er een van mij. Dan op, laten we zeggen, ook op gedeelte 13e plaats, City Heat. Yay! Nou, leuke film. Clint Eastwood en Burt Reynolds. Ja. Dat was Sven zijn... die stond in Sven zijn top 5. Dus Sven, vertel. Ja, ik heb een zwak altijd gehad voor zowel Burt Reynolds als Clint Eastwood. Dat waren zo een beetje mijn Stallone en Schwarzenegger, voordat het Stallone en Schwarzenegger werd, was het Eastwood en Burt Reynolds. En als die twee mannen dan samen een film gingen maken, ik was als kind door dolle heen. dan is nog een soort gangstercomedy, fantastisch. En alles dat er rond gebeurde, rond die film, dat weer ook zo in fantastische filmmagazines, zoals daar zijn Cinema, hè, waar dat een Erik nog mee verkeerde. We konden dus al die dingen zien lezen. En wat stond er ook in op een gegeven moment? Dat er zware ambras was tussen Clint Eastwood en tussen Burt Reynolds, voordat ze die film draaiden. Allee, ambras, concurrentiële ambras. Een beetje gelijk Schwarzenegger en Stallone hadden. Maar dat ze, als ze op de set kwamen, ook twee grote ego's waren. En dat er ook is gediscussieerd geweest van... Wie gaat er nu eerst op de aftiteling komen? Is het Clint Eastwood of is het Burt Reynolds? En dat dat een heel zwaar discussie is geweest die zich door de film ook mee gesleurd heeft. Nu, ik herinner mij dat als een hele toffe, leuke film waar dat twee helden van mij samenkomen. Ik heb hem nog nooit teruggezien sinds 1985. Ik wil de herinnering een beetje houden, denk ik. Doe dan, hou hem zo. Want ik heb hem dus van de week teruggezien. En ik wist daar niet dat die offscreen ruzie hadden, maar ze delen heel weinig screentime. Dus ze zitten heel weinig in dezelfde scènes. Dus wat een hele leuke buddy cop movie zou kunnen zijn, is het eigenlijk niet. Want de momenten dat ze scènes samen hebben, die zijn iconesk. Daar zit één in een bar, dat is ongelooflijk. Ja, die en dan doet hem zo een parodie op zichzelf, hè, Eastwood. Dan is het ook zo, hè, zo. Zo, en die ader die er dan zo komt, dat hem kwaad wordt. Ja, maar het blijft helaas niet overeind, wat mij betreft. Ik heb hem teruggezien en ik wou het, want in mijn herinnering was dat hetzelfde van jou, Sven, maar ik kon het niet, ik kreeg het niet, niet verkocht. Hebben jullie die gezien?
Ik heb hem gezien, ja, als ik jonger was. Ik vond dat ook een hele leuke film, maar ik heb hem ook al heel lang niet meer gezien. En in mijn kop was dat ook altijd een klein beetje vergelijkbaar met die andere gangster-buddy-comedy tussen de twee grote Eddie Murphy en Richard Pryor. Ah, Harlem Nights. Harlem Nights. Ja. Waar dat je ook zo'n soort gangster-comedy hebt, hè, hoewel dat die wel ettelijke jaren uit elkaar liggen. Maar ik vond dat zo wel een klein beetje vergelijkbaar of zo, qua sfeer en qua wat dat was. Maar verder dan dat moet ik zeggen dat ik me er niet zo belachelijk veel niet meer van herinner. Dus ik moet het dringend nog wel eens een keer terugzien, denk ik. Ja, misschien ook niet. Misschien niet doen. Dus ook op de gedeelde 13e plaats, Gran Torino. En die stond bij Erik in zijn top 5. Ja, ik vind het een heel straffe film. Dat, heeft hem, dat is zo, denk ik, de strafste film die hij de laatste 10 of 15 jaar heeft gemaakt. En ook gedurfd, omdat hem, en dat heeft hem denk ik heel vaak in zijn carrière gedaan, maar je kunt niet echt, het zal wel een klein beetje een rechtse meneer zijn, en misschien zelfs een groot beetje, maar toch is dat, moet je dat toch genuanceerd bekijken, want hij heeft dan ook een oorlog in Irak, dat vond hem verschrikkelijk. Allee, hij heeft standpunten die zeker heel rechts zijn, maar tegelijk... durft hem ook wel eens durft hem dubbel in te zijn. En die film, zeker, over racisme. Maatschappelijke thema's, hè? Ja, voilà. Ja. Zij speelt zelf ook een racist, maar komt daar wel één keer. Het is dubbel. Ja, het is een film uit 2008, waarin inderdaad de buurman van Aziatische mensen speelt, waarmee hij dan in contact, niet in contact wil komen, maar tegen wil en dank toch in contact komt en het voor ze opneemt. Ja. Ja. En heel goede scène erin. Ja, ik vond... Vind ik als, als zijn kinderen hem die foldertjes komen brengen over een rusthuis. Dat vind ik een geweldige scène. Zo van, Ja, want hij heeft uiteindelijk... En ook hij creëert eigenlijk een betere band met zijn buren, met die Aziatische mensen, dan met zijn eigen kinderen. Ja. Ja. Mm-hmm. Het begint... De film begint met de overlijden van zijn vrouw. En daar begint Unforgiven ook mee. Dat is wel grappig. Ja. Er zijn altijd wel een paar parallellen met andere films te trekken. Bij die, Heel veel films. Ik weet niet waarom ik dat gezegd heb. Ongeveer 100 films van geregisseerd of van meegespeeld. Er zijn er heel veel die beginnen met de dood van iemand. Ja. Las ik op IMDb. Heb ik diagonaal gelezen op Wikipedia. Grappig, want dus inderdaad, Gran Torino is 2008. En dan komen we op een gedeelde 10e plaats, een aantal films op de 10e plaats. En daar zit bijvoorbeeld tussen The Mule, film uit 2018, waarin Clint Eastwood, dus dat is het laatste wat hij zelf gespeeld heeft. Dus 2 jaar geleden. Film die hij zelf geregisseerd heeft en waar hij zelf in speelt. Hij speelt daar iemand die vooral bezig is met planten laten groeien en weet je wat, die zijn bedrijf op de fles, hoe zeg je dat? Iemand die, een gardener. Gardener-achtige kerel. Bedrijf is op de fles en hij gaat drugs smokkelen over de, binnen Amerika. En zo'n waar gebeurd verhaal. De grap is dat het echte personage zelfs ouder was. Dus Clint Eastwood is daar 88 of 87 en moest iemand spelen van 90. Nu, dat lukte wel, dat is gelukt, dat was geen probleem. Maar waarom ik die zo goed vind, en bijvoorbeeld ten opzichte van Gran Torino, is dat die minder, ook die in Gran Torino is die een soort Dirty Harry nog altijd, maar dan op nog ouder en het is een beetje zuur. En hier speelt hij een wat lievere man die het, als er een confrontatie komt, het onderspit delft. Ja. Hij is gewoon een lieve man die eigenlijk zelfs een beetje onwetend in dat avontuur terechtkomt. Hij weet eigenlijk zelfs niet eens wat hij doet. En hij gaat soms zelfs de confrontatie met de flikken opzoeken, omdat hij eigenlijk niet, omdat hij denkt, ja, fuck it, maakt dat niet. Maar niet uit een stoerheid, maar meer uit een soort een beetje als de drugsmokkelaars in Borgerhout eigenlijk. Ja. Ja, maar dat vind ik er zo aardig aan dat hij inderdaad... Die smokkelen dat ook nog Berchem, dat is niet zo super ver. Dat is niet heel ver. Dat valt allemaal wel mee. Zo Deurne-Noord, dat kunnen we nog aan. Maar ik vind dat hij een beetje tegen zijn eigen persoonlijkheid... Dus je zou denken, stoere kerel, en dat is hij helemaal niet. Het is een lieve, brave gast die... Die eigenlijk alles ondergaat. En dat vond ik er zo aardig aan. Dat hij dan toch,
Zelfs op 788 nog een personage opzoekt. Ja, wat tegen zijn natuur ligt. Nu, ik vond Gran Torino ook fantastisch, hè? Maar ik vond dit ook wel bijzonder. Ja. Goed, dan komen we bij die de apenfilm. Die stond er bij Sven op. Every Which Way But Loose. De eerste van de twee, hè? De eerste van de twee. Philo Biddo. Ja, dat is een... Dat is voor mij, denk ik, na Escape from Alcatraz de tweede ontmoeting dan met Eastwood geweest. Ik vind dat hilarische films. Ik vind de Black Widows of de boterbende, de Black Widows. Ja, de boterbende, ja. Onwaarschijnlijk grappig. Jeffrey Lewis daarin is een perfecte sidekick voor Eastwood. De moeder, Ruth Gordon, speelt de moeder van Jeffrey Lewis of van Clint Eastwood. Dat weet ik nog niet meer. Van allebei, zijn ze broers. Ah, zijn ze broers? Ah, voilà. Ik vond dat schitterend, die orangutang erbij. Ja, dat is voor mij echt een... Ja. En ik heb die teruggezien en die blijft toch wel overeind. Ja, ik heb hem ook van de week zitten kijken. De tweede iets minder, Any Which Way You Can. Dat is wel een repeat van de eerste, maar deze is... En hij ook, is een van zijn meest succesvolle geweest ook, hè. Every Which Way But Loose, on the box office. Ja, toen hij dat ging maken, iedereen zei van doe het niet, hij deed het natuurlijk toch. En het is een groot succes geworden. En het is ook echt wel een leuke film. Ik vind het ook leuk, hoor. Het is toch bare knuckle boxing dat hij doet, hè? Ja, dat herinner ik mij er nog aan. Hij is een vechter, ja absoluut. Ja. Is dat geen truckchauffeur ook dat doet? Of hoe zit dat nu weer? Wat is dat nou weer dat hem... Hij repareert auto's of zoiets? Of hij is... ik weet het niet meer. Het is toch iets met veel rondrijden en op andere mensen hun gezicht slagen en een naap die zo... doe van tijd tot tijd. Dat herinner ik me. Dat is de perfecte samenvatting van die film. Voilà, hè. Samengevat op not volgende. Godverdomme, zo lang moet het allemaal niet duren, fokken. Ja, okay. Dan zitten we bij deze ook op de tiende plaats. Oh, is nice. In the Line of Fire. Clint Eastwood als bodyguard van de president. Die stond in jouw lijstje, Erik. Ja, die stond in mijn lijstje. Ik vond dat een heel spannende film. Dat is ook een van de voorbeeldfilms voor de premier. Dat is het soort film dat ik wou maken. Iets met een Amerikaanse president. En ook John Malkovich speelt daarin. De fantastische slechterik. Heel diabolisch, maar toch op een of andere manier van geniet. Goede film. Die premisse is heel tof, hè, dat hij eigenlijk bij de Otto... Kennedy beschermen. En dat speelt nog altijd mee zo van... Want hij was er niet die een dag of zoiets. Ja, dat was een reden waarom dat hem er niet was. En... Dat is wel een goede uitgangs... En als de Clint er was geweest, dan weten we allemaal dat het niet waar was geweest. Dat is ook een heel mooie... En dat hij tegen die kogel gezegd... That's enough of that. Het was klaar geweest. Er is een heel mooie scène in dat hem dus... Er zit een goede love story in met René Russo, vind ik. En dat op een gegeven moment zei van, als ze na terugzie, als ze omkijkt, dan misschien dat is er dan, dan heb ik wel eet. En dat gebeurt, dan, dat is fantastisch. Dat is echt een heel schoon scène. Ja, wat ook bijzonder is aan die film is dat hij geregisseerd is door Wolfgang Petersen. En eigenlijk heeft hij niet zo heel veel samengewerkt, behalve de Spaghetti Westerns met Sergio Leone en Don Siegel, heeft hij niet echt met hele beroemde regisseurs samengewerkt. Maar Wolfgang Petersen had toen al zeker Das Boot, maar ook nog wel een paar andere dingen gemaakt. Neverending Story. Neverending, ja, wel ja. Dus dat was wel een echt een goede regisseur. Wat is er eigenlijk mee gebeurd, Erik? Met de geiten, met Wolfgang Petersen? Die is zo een beetje verdwenen, hè? Ja, Troy heeft hem, dat is het laatste dat ik... Dat is 20 jaar geleden. Ik weet het. Nee, dat was Werner Herzog. Sorry, ik zat fout. Die had een klein rolletje in The Mandalorian speelt. Hij heeft The Perfect Storm gemaakt, dan Troy. En dan heeft hij een remake van Poseidon gemaakt in 2006. Ja. En dan is ze blijkbaar terug naar Duitsland gegaan, want hij heeft dan een film gemaakt die heet Vier gegen die Bank, 2016. Dus ik denk dat hij terug naar... terug in Duitsland iets gemaakt heeft. Want, het is typisch dat je net iets heel duur gemaakt hebt. Nu, want er wordt zoveel ingewisseld qua research. Maar de Poseidon Adventure, dat moeten die remaken. Hè. Dat is super. Nee, daar moet je vooral blijven. Hij heeft ook, een van mijn favoriete films, science fiction ding is Enemy Mine. Ja, een keigoeie film. Ja.
heeft hij Lou Gossett en Dennis Quaid. Yes. Ja, Aliens. Ja, dat is eigenlijk een beetje... Dat is wat de, hoe heet dat? De Defiant Ones of zo? Of de hoe noemt die nou weer? Maar dan met een alien. Ja. Ja. Ja, ja, dat is wel cool. Keileuke film, ja. Absoluut. Maar goed, dus In the Line of Fire. En dan, ja, ook bij Wolfgang Petersen. Ja, ik vond dat ook echt, dat blijft ook echt overeind. Dat is super spannend. Die scène met die ballonnen. En wat er ook in zit, en wat natuurlijk ook zeker in het latere deel van zijn carrière van, is oud tegen nieuw, politiek correct tegen politiek incorrect. Dat zit ook, in deze film zit dat er ook echt wel ingebakken. Ja. Ja, zeker heel veel van zijn Dirty Harry films hebben dat ook wel, wat toch ook wel een redelijke reactionair figuur is. Ja, en, ja absoluut. Dingen ook natuurlijk, Heartbreak Rich heet dat ook heel hard. Hè. Ja, absoluut. Ja, maar Gran Torino ook, hè. Dat ja. It's a clusterfuck. Op de negende plaats komen we bij deze, dames en heren. Fistful of Dollars. Ja. Die heeft Sven erin gestoken. De eerste spaghetti western Sergio Leone met Clint. Moet ik eerlijk bekennen, ik heb die vorig jaar voor het eerst gezien. Dus ik had die eigenlijk nog nooit gezien. En ik ben daar echt van mijn sokken geblazen door die film. Ik vind dat echt super straf. En ik vind wat hij erin doet, is zo'n iconisch personage neerzetten en een soort van blauwprint voor alles wat erachter gekomen is. Ik vind dat echt heel straf. Nog straffer, omdat ik dit jaar dus voor het eerst For a Few Dollars More heb gezien. En omdat ik dat niet een helft zo goed vind als a fistful, For a Fistful of Dollars. Omdat dat is echt, dat duurt en dat is vervelend. En dan willen ze zo Lee Van Cleef mee er tegen zitten, tegen Eastwood. En, terwijl die eerste Fistful of Dollars is met een geweldige bad guy, Gian Maria Volonté. Die daar ook in For a Few Dollars ook meedoen, maar ja, dat is allemaal zo wat minder zo op een of andere manier. En die vind ik echt heel goed. Wacht, de welke is de welke nu weer? Want dat is die met die klok. Dat is de For a Few Dollars More. Dat is de volgende. Maar de Fistful is met die ijzeren plaat. Met die ijzeren plaat onder zijn poncho. Dat finale is dat, jongen. Ja. Plus het feit dat hij niet hield van sigaren, hè. Die vond dat dan een vreselijke smaak had, dus je stak dat op die rare manier in zijn mond. En dat is ook zo super iconisch geworden, dat hij zo om de zijkant zo'n sigaar heeft steken. Ja. En blijkbaar had hij ook op allerlei... Sorry, zeg maar. Ah, nee, doe maar. Hij had blijkbaar ook sigaren van allerlei lengtes, omdat hij dan wist in welke scène welke sigaar... Dat hij dat voor continuïteitszaken. Hij had een hele sigarencollectie. Want hij had die zelf, dus blijkbaar, inderdaad, voor heel weinig geld meegedaan. Maar hij heeft zijn styling had hij zelf gedaan. Dus de look en hoe hij eruit ziet en hoe hij overkomt. Ja, dat heeft hij toch voor ik denk, 80% zelf bedacht in die film. The Man with No Name. Ik heb bij wijze van ode heb ik in de film Bowling Balls had ik verschillende tatoeages die ik mocht kiezen op mijn lijf. En ik had dan zo op mijn buik een foto van Clint Eastwood in A Fistful of Dollars laten tatoeëren. Allee, door make-up tatoeëren. Omdat ik weet dat van, dat is een kans om mijn helden te eren. Het was geen echte, die is weg, de tatoeage. Die is weg, ja. Ah, alles had je hem nu moeten laten zien, hè. Ja, dat was het sowieso. Tatoeage ergens in de groepen heb, in Dapien. Dat was mensen zoals Sven de Ridder in het voelen. Nee, een flesje Perrier, maar ik denk. Al zeven in broeken. Ja, Erik, ik heb oude kop op mijn Piet laten zitten, dus luster. Daar ga ik niet overheen. Dat doet toch in die drie films automatisch een soort poncho van was dat het bepaalde naam. Dat moest altijd dezelfde zijn, er waren geen twee exemplaren van. En in de drie films is dat dezelfde gebleven en is nooit gewassen. Geef het mee. Dat moet een feestje geweest zijn van daar neffen te staan tegen. Dat het op de bad and the ugly was. That was the ugly part. Ja. Wel, nogthans, heel hygiënisch is, want in dat boek van Sondra Locke, dat dan nadien is verschenen, waar ze van allerlei slechte dingen over hem hebben verteld, bleek dat toen ze seks hadden, moest zij... altijd ervoor gewoon flossen, haar tanden gewoon flossen. Dus soms stond ze al in de slaapkamer en dan zei hij: Did you floss? Ja, dat is een
Even een bekende quote van Clint. We blijven gaan. Did you Alex, flas? Moet zeggen, ik zei het precies waar Schwarzenegger het zei. Ik heb ook geen goede Schwarzenegger imitaties. Ik doe gewoon maar. En dat is goed genoeg. Good enough. Gedeelde zevende plaats. Trouwens. Sorry? Ik heb geflost vandaag. Ikje? Ja? Ik ben een flosser, ik ben een kusser. Maar ik heb genoeg splijten tussen mijn tanden. Ik moet niet flossen, er blijft geen eten tussen zitten. Dat is alleen nodig. Als je kunt zo'n fontein doen met water zo. Je kunt niet op. Echt, als je bij een tandarts zit, dan is dat net zo. Dat is een bril. Voor mij is dat eigenlijk niet schermen. Ja, dat is geweldig. Ja. Jij komt ook in de opstand in de zomer zo. Maar moeten wij dat niet kopen? Geeft hij gewoon een fles water? Ja. Nog even een flos anekdote en dan. May the floss be with you. Use the floss, Luke. The floss. Did you use the floss? Weet je. Oké, we gaan weer terug over Clint Eastwood. Ja, dat was toch vroeger leuk, ja. Dat zing ze voor als dit op spot dat je zo in de ronde ging en dat je dan de flos kon pakken. Want dat mocht er nog eens. Super. Dat zei hij ook tegen zijn vrouw. If you floss, you may nog eens. if you floss it, he will come. Je moet dat opzoeken. Vertrokken. Over wie ging het nou weer? Oh. Ja, wat is het goed. Je moet dat opzoeken. Hij wordt dat zo leuk. Ja. Escape from Alcatraz staat op de gedeelde zevende plaats. Ja. En die is er opgezet door Erik. Ja. Alleen door mij? Okay. Ja. Ja, jij hebt hem zo hoog staan, je had hem op de tweede plaats staan. Hè? Ja, dus, ja. Spannende gevangenisfilm, maar dat hem echt zo op zijn minimaalst acteert. Hij acteert altijd minimaal en ik zie dat graag. Ik zie dat veel liever dan zo'n mensen die het meubilair opeten, bij wijze van spreken. Ik zet hem dat heel goed toe. En hier ja, speelt hem een zeer, echt gebeurd naar verluid. Want we weten natuurlijk niet of hem die ontsnapping overleefd heeft. Want hij is nooit teruggevonden, de man die hij speelt. Maar ik vond dat een heel sterke gevangenisfilm. En dit is misschien de eerste keer dat de naam valt van Don Siegel. Het is geregisseerd door Don Siegel. Die heel veel films met Eastwood gemaakt heeft. En wiens stijl eigenlijk, dat komt hem ook vooruit, Eastwood. De stijl van Don Siegel, hij heeft hem geweldig beïnvloed. En, ja. Tussendoor. Ook Leone ook, hè? Hij heeft hem ook beïnvloed. Ja, maar ik vind als je naar de films die hij zelf regisseert, vind ik het heel duidelijk Don Siegel wel. Wat heeft Don Siegel eigenlijk nog allemaal gemokt, mannetjes? Voor de kinderen? Dirty Harry. De eerste Dirty Harry. Oké. Okay. Dan deze. En voor mij deze ook, Coogan's Bluff. Coogan's Bluff. Oh ja, juist. Dat is de eerste keer dat Clint en Don Siegel hebben samengewerkt. En dat is wel echt een soort. Daarom wou ik die ook nog even laten zien. Die zit niet in onze top 15. Maar dat is Clint Eastwood als zuidelijke flik-cowboy moet in New York een ding gaan oplossen. Een zaak gaan oplossen, een moordzaak gaan oplossen. Of nee, hij moet iemand ophalen, geloof ik dat het is. Dus maar in ieder geval, dat is een omgedraaid en Beverly Hills Cop is het eigenlijk, hè? Ja. Ja. En inderdaad. Zien we de serie McCloud ook, denk ik. Dit is echt. Het aardige is dat het inderdaad zo dat tussen de cowboy wordt Dirty Harry hier. Dat is een beetje de tussenfilm voor mij. En die blijft ook echt overeind. Dat is de eerste samenwerking. En dan komt, ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar is de Eager Sanction ook van Don Siegel of niet? Nee, dat is van Eastwood's Platform. Dat is ook een leuke film, by the way. Ja, en laten we ook niet vergeten dat Don Siegel, de Invasion of the Body Snatchers, de allerbeste versie. Absoluut, tuurlijk. Is dat de versie met Donald Sutherland? Ja. Is dat die versie? Oh, nee. Of is het een originele? Dat is Philip Kaufman. Dat is Kaufman, hè? Kijk eens aan. Zo zie je hem maar weer. Maar wat dat ook in Escape from Alcatraz een soort van ding is dat hem vaak gebruikt, is de stad San Francisco. Hè? Ja. Omdat er ook is in San Francisco. Ja. En dat komt dikwijls in zijn films terug ook. Hè? Ja. Absoluut. Ben je al ooit in Alcatraz geweest? Ja, fenomenaal. Dat
Onwaarschijnlijk, hè? Ja. Ja, vooral omdat bij mij daar enorm aan opviel, was als je daar binnenwandelt, hoe onwaarschijnlijk klein dat die cellen waren, man. Mm-hmm. Je zit er zo echt naar en je denkt, Jesus Christ, je kunt letterlijk... Ja, ik denk dat Eastwood, als die in zo'n cel had moeten gaan liggen, dat hij zijn voeten zo door de tralies eruit staken. Ja, ja, ja. Belachelijk klein. En ja. Wat ik frappant vond, dat was dat ze vertelden van... Nog een aantal dat de wind stond, konden de geluiden van San Francisco van de stad horen. Ja, wat een halve marteling was, want ze zetten er ook expres geen ramen in. Omdat ze duidelijk wouden laten voelen, in de winter wordt dat er ook vriezend koud. Want zelfs puttige zomer is dat daar niet warm. En dan vooral het feit dat ze konden horen wat ze aan het missen waren op dat moment. Ja. Het was een redelijk diabolische plek of zo. Maar als je er doorloopt, je voelt dat nog altijd, ja. Hè. Ik vind dat heel raar. Gebouwen hebben toch een ziel. Je kunt ervan zeggen wat je wilt. Maar zo van die plekken waar gruwelijke dingen gebeurd zijn, voor een of andere reden. Misschien omdat je het weet, hè. Maar toch, ik gevoelde er zo'n soort... Boah. Ik had er niet graag gezeten, ik zal het zo zeggen. Ik vind wel spijt, want ik was er in San Francisco, maar er stond een te lange rij. Ik liep dan met een boot er naartoe. Mm-hmm. En ik vond de rij wat te lang. Maar als ik dit nu allemaal hoor, heb ik echt wel spijt. Dat ik niet... We moeten het wel doen. Zeker doen. Nog eens gerokt. Zeker doen. Ik wil dat ook wel heel graag zien. Plus San Francisco als stad lijkt me ook wel een hele leuke stad. Ja, absoluut. Absoluut, ja. Enorm veel daklozen, man. Dat is angstaanjagend geworden. Wat een verschil dat is. Ik ben daar, denk ik, 12 of 13 jaar geleden geweest. En nu nog eens terug. Vorig jaar. En daklozen ook van... Pure, mensen die daar mentale problemen hebben, echt, hè, waar je echt dat je echt zo het falen van het systeem daar heel hard ziet. Dat je echt mensen op straat ziet waar je van denkt, hier zouden ze toch echt iets aan moeten doen. En niet alleen mensen die gewoon leven in absolute armoede, maar mensen die dat echt thuis horen in instellingen. Zo. Ja, dat is een beetje freaky wel. Zo. Er zijn bepaalde plekken nu in het centrum, vind ik, waar de winkels ook allemaal zijn... Dat heel raar wordt als je zo'n een hele chique winkel moet binnenwandelen en voor de deur staat er zo een pancakes. Zodat je denkt, oh vriend, ik zal wel een pannenkoek gaan halen, relax. Nee, maar je weet wat ik zeg, dat wordt weird of zo. Zo letterlijk zo'n vrouwen, een Aziatische vrouw in een trouwkleed dat op straat rondloopt te roepen naar gebouwen en zo. Dat je denkt, wow, dat is zo'n next level. Dus dat is wel een beetje weird daar nu, vind ik. Dus ik hoop in Amerika is alles beter en zelfs de daklozen zijn gaver dan... Die zitten er wel veel meer entertaining dan hier, dat moet ik wel zeggen. Die lamzakken hier, die doen echt niks voor hun twee. Die in Amerika, man, Jezus Christus, dinner and the show. Allee, dinner voor mij dan, een show voor u, hè? Sorry. Oh my god. En terug. Ik zit te lang vast. De volgende film is er een die in beide lijstjes staat. Dat is de enige film die in beide lijsten staat. Dus in de acteur en in de regiefilm. En ik denk dat als we alle punten zouden optellen, dat dan daardoor eigenlijk de beste film van Clint Eastwood zou worden. Als we alle punten optellen. En dat is Unforgiven. 1992 heeft hij ook beste regie en beste film Oscars voor gekregen. Staat bij de acteur, bij de films met Clint Eastwood, erin door Alex. En bij de bij de regie Alex, Sven en Erik. Dus we zijn het er allemaal over eens. Ja, ik heb hem er dan neergezet omdat ik wist dat jullie hem er al in hadden gezet. Maar dat is ook wel... Ik heb hem gisteravond nog teruggezien en dat is echt een meesterwerk. Mm-hmm. Ja. Dat is een soort... Zeg maar. Zeg maar. Ja, het is eigenlijk... Je zou het u bijna kunnen inbeelden wat het niet is. Als wat The Man With No Name geworden zou zijn als hem oud genoeg was en kon terugdenken op zijn leven. Alleen nog een vele slechtere gast eigenlijk. Hè? Want er wordt ook van gezegd... Op een bepaald moment zegt hem ook... Zoiets van, I killed everything that crawled or walked at one time. He, zo. Ja. Er zijn ook zo momenten dat hij zo verhalen vertelt over dat hem in iemand zijn gezicht schiet en dat hij zijn tanden er langs de achterkant van zijn kop uit vliegen. Ja. Zo echt van die redelijk gruwelijke dingen, zo, waar dat je van denkt, damn. Ook heel cool is Gene Hackman daarin. Ja, die eigenlijk een beetje de zogenaamde bad guy is, maar die heeft ook zo'n verhaal dat hem vertelt dat hem aan het dak van zijn huis wilt werken of zo. Ja. Dus die vermenselijkt ook heel hard al die personages. Goeie, ja, het verhaal, ik vind... ensemble cast, hè. Ja, ongelofelijke cast.
Ja, het goede van Gene Hackman is dat hij blijkbaar heel trots is op het feit dat hij zijn eigen huis bouwt, maar hij is er heel slecht in. Ja, als die, dat is... Die gast die schrijver speelt, dat dan ook benoemt, want die zit te schrijven, maar het aan het regenen, het is langs alle kanten aan het lekken, zegt die schrijver, oei, misschien moet je een dakbedekker zoeken. En een andere, die schiet, dus Gene Hackman schiet in de irritatie, want die schrijver beseft niet dat hij dat zelf gedaan heeft en dat hij niet zo goed kan. Ja, en dat is heel, heel funny. Wat ik me vergeten was, inderdaad de ensemblecast, is dat Richard Harris ook meedoet in die film. Ja, is hij niet de Duck of Death? Ja, ja. De Duke, nou, de Duck of Death. Ja, dus, hij is een English Bob, een Engelse revolverheld of iemand die mensen neerschiet. En die de hele tijd bezig is over... jullie zouden een koning moeten hebben, want anders zouden die presidenten niet worden neergeschoten. Dus dit speelt zich af in 81. En de president van Amerika, Garfield, is op dat moment juist neergeschoten. En Richard Harris babbelt daar de hele tijd over van... Ja, maar ja, een president schiet je neer. Een koning, daar hebben we ontzag voor. Dus jullie zouden ook een koning moeten hebben. En daardoor maakt hij de hele tijd ruzie met iedereen. En wil hij graag mensen doodschieten. Zijn vrouw van... Zeg maar zo. Zijn vrouw destijds speelde er ook in mee, hè? Dus die Rosse. Ik weet dat is Fischer. Ja, dat was toen ook zijn vrouw, hè? Ja. Ah, ja. Ah, ja. Ik denk niet dat we ermee getrouwd zijn, maar ja, het was niet. Maar ja, misschien wel. Deed hij een English Bob niet ook zo wat trickshots? Doet hij niet zo weten dat hij zoiets dat iemand zijn hand schiet? Of wat was dat nou weer? En dat Gene Hackman hem erover aanspreekt, dat hem zegt, gelijk daar waar je zo iemand twee vingers hebt afgeschoten toen, zo dat verhaal. Zo. Zit dat daar niet in? Of de Quick and the Dead? De Quick and the Dead, juist. Maar die gooi ik altijd door elkaar met die trickshot. Zo Gene Hackman toestanden. Ja, dat is juist. Ja. Morgan Freeman ook er zit er ook in. Ja, Morgan Freeman zit er ook in. Ja, ja. Ook zeer goed, hè. Ja, het is echt wel een bijzondere cast. En blijkbaar kan Clint Eastwood als regisseur echt wel het beste uit acteurs halen, hè. Ja, hij heeft een groot aantal acteurs, 12 verschillende, denk ik, top nominaties begeleid. Hè. En Oscars ook wel. Gene Hackman voor een andere. En Tim Robbins en... Mr. Griffiths. Het is ook deels door... Hij cast natuurlijk, zoals Hitchcock ook zei, casting is de helft, denk ik. Al die mensen zijn altijd precies goed. Ja. Maar ik denk ook dat hij, omdat hij inderdaad zo rustig is, die mensen zelf hun ding laat doen en niet opjaagt. Ja, dat is altijd goed. Ja, jij hebt er ervaring mee, Erik, dus jij weet dat wellicht beter. Nee, Erik is ook altijd... Zoals ik het mij herinner... Lang geleden is de Erik een hele rustige regisseur. Ik is al gewoon te slapen in de stoel. Maar moet ik wel zeggen, Hitchcock is dan weer totaal anders. Hitchcock regisseerde zijn acteurs en vooral zijn actrices. En misdroeg zich geweldig en voor een terreurbewind te bezet. Dat kun je ook niet zeggen dat hij slecht acteert. Dus alle twee de systemen werken. Alleen... Ja, is het wel aangenamer. En moet het voor een acteur toch, en de Sven moet het dan maar zeggen, het moet toch heel lastig zijn als een acteur tot te roepen, een regisseur tot te roepen en echt laat voelen dat je niet goed bezig bent. Dat wilde toch niet? Nee, dat wilde niet. Nee. 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 Dus daar dat mee een bedoel is natuurlijk, hè? Ja, ik weet maar dan nog... Ja. Like dat Oliver Stone, bij Michael Douglas, in Wall Street, heeft hem ook constant op die zijn kap gezeten en je zei van, wat zit je aan het doen en je bent niet goed bezig om hem zo vaar te krijgen tot een soort van edginess, zo. Mm-hmm. Ja, dat dan ook zei, dat Kubrick, de bedoeling was. Een van de ergste in dat geval is Kubrick geweest in The Shining met Shelley Long. Hè. Die heeft hij letterlijk, denk ik, zot... Wat, sorry? Shelley Duvall. Shelley Duvall, sorry. Die heeft hij letterlijk zot gemaakt. Hè. Die is daarna niet meer normaal geworden. Mm-hmm. Ja. Maar wat een goede film. Hè? Je moet er wat voor over hebben, zeg ik altijd. Daar kunnen we over discussiëren. Oh, fokken. Ja, daar kunnen we over discussieren. Wat krijgen we daar? Gebruik politieke correctheid. Is er in de kaart of wat? Ik vind dat niet zo goed, de Shining. Wat? Ik vind dat niet zo speciaal. Oké. Ik vond het... ik ben... Sven is weg. Sven is gewoon weg.
Is die waar? Jawel, je bent ineens weg. Oh, ik heb iets verkeerd gezegd, en Sven is weg. Ik ben niet weg. Alleen bij u, want ik zie Sven nog zitten. Zo. Ja, ik ook. Ah ja, nee, nou. Alright, nu ben je terug. Achtergrond is blur. Sorry. Achtergrond is blur. Ik had je niet weggedaan, Sven. Je was van binnen even wel weg. Dat begrijp ik wel. Dat had ik ook toen naar dat zei. Heren, we zijn in de top 6 terechtgekomen. De top 6 films. Ja, ik kan niet zo lang met iemand praten zonder een quizvraag te stellen. Welk beroep heeft Clint Eastwood nooit uitgeoefend? Zwembaden gegraven. Dus het graven van de putten voor de zwembaden dan ingezet worden. Met een vuilniswagen rondgereden. Aan de kassa van een cinema gewerkt. Of in een tankstation gewerkt. Welk beroep heeft hij nooit uitgeoefend? Ik zou zeggen vuilniswagen. Vuilniswagen. Wat denkt Fokker? Ik denk cinema. Cinemakassa? Ja, ja Alex, ik denk dat ook, omdat dat meest voor de hand liggend is. Ja, ja het is, hij heeft nooit aan de kassa van de cinema gewerkt. Allee, maar ga wel, Erik. Ja, ik denk dat ik daar wel naar komen. Wil ja. jij ook, Alex? Ja, ik ook. Absoluut. Ja. Ja. Heb jij ook aan de kassa van de cinema gewerkt? Van de cartoons en van de Calypso. Allebei. Oh nee, ja. Ik ook. Ik ook allebei. Ja, ik heb die alle twee gedaan. Er is maar gepasseerd. Zo'n man, Tom Baarman, stond er ook achter de toog op een bepaald moment. Ja, dat is juist. Ja, er is wat voorbij gekomen in de cartoons en in de Calypso. Absoluut. Ja. En ook zo rare, maar ja, dat zijn natuurlijk met Calypso, soms stellen mensen dan zo rare. Ik zat daar toen Siske de Rat werd vertoond. Dat is heel populair. Aha. Maar dat lokte heel veel volk dat duidelijk al heel lang niet meer in de cinema was geweest. En ook wat ouder publiek. En wat het een allemaal zei, van 2 ticketjes voor Siske de Kat. Ja. Of Siske de Vrat, was er ook een. Ik had altijd zo'n oudere man die zo filmfan was en die kwam vertellen over films. En ik moest altijd proberen af te leiden wat hem eigenlijk bedoelde toen net hem, waar dat hem over babbelde. Want hij was zo, ja, Sam te Piek, dat vind ik goed. Sam te Piek, met de vulkaan, hè. Ah, oh, Dante's Peak. Alright, cool. Keep going. Maar dat was geen uiteindelijk. Deze vond ik ook een van zijn beste. Een hele goede film. Texas Chainsaw Masquerade. Tuurlijk dat. Dat was de hele en al de andere. Fantastisch. Oh, de beste was dan deze. Jones. Dat vond ik altijd een hele goede film. Jones. Zo met de naai, hè. Jones. Zo. Tuurlijk. Zeg, wat vonden we van Jones Drive? Vonden we dat ook goed? Ja, dat is volgens. Dat was het een altijd. Fantastisch. Ja, toptijden waren dat daar. Oh, heel hard gelachen. Nog een vraag? Nee, dat is de enige vraag die ik had. Ja, Sven, jij bent nu teleurgesteld omdat je de quiz verloren hebt, waarschijnlijk. Ja, het is gebeurd. Het is gebeurd, dames en heren. Dames en heren, op de zesde plaats in de wacht, top... Wacht, ik wou nog één ding zeggen. Oh, sorry. Ja. En dan over Unforgiven. Want wat ik daar ook zo heel cool aan vond, was dat je eigenlijk heel die film lang te horen kreeg hoe vreselijk dat Clint Eastwood was. Ja. Maar dan dat moment dat hij uiteindelijk zo tot actie overgaat, dat is wel een van de kortste, meest brute scènes dat ik ooit heb gezien in de film. Hè. Dat is zo'n beetje Darth Vader in Rogue One, hè? Zo. Ja, dat is letterlijk dat, hè. Dat is zo... Vooral omdat er ook nog zo een half... En die knalt hem dan ook nog af zonder er naar te kijken, zodat je denkt, ja, deze is echt niet goed, hè. Zo... Dus dat was, vond ik ook wel een hele stevige climax, ook die film. Ja, dat vind ik geen vraag. Nog één vraag. Maar het gaat om te snelst. Dus je moet wel 3 direct antwoorden. Hè. Uit welke film komt de legendarische quote Go ahead, punk, make my day? Sudden Impact. Ja, Ja, ik heb ze allemaal net zitten bekijken. Dus ik, sorry. Nee, maar het lijkt alsof dat... Dus dat Dirty Harry, ja. En je denkt aan Dirty Harry, maar... Maar Dirty Harry is Do You Feel Lucky, punk. Is dat niet Dirty Harry? Ja, dat is Dirty Harry. Komen we zo op, jongens, dan komen we bijna op. Dus ik wou eerst nog even nummer 6. Dat is mijn favoriete Clint Eastwood film aller tijden. Daarom staat hij op de 6e plaats met 5 punten. Kelly's Heroes. Ja, leuk. Dat is die ik vroeger als kind leuk vind. Ik heb hem gisteren teruggekeken... Dat blijft voor mij overeind. Dat is Clint Eastwood. Oké, is het zijn beste acteringsprestatie? Nee, maar het is gewoon een van de leukste films die ik ken, die voor mij gewoon überhaupt in de top 10 staat. Het is een soort, we gaan achter de Tweede Wereldoorlog film, waarin we achter de linies
een bank gaan overvallen in bezet Frankrijk, door Duitsers bezette Frankrijk. Met eigenlijk personages die eerder... dus het speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog, maar de personages zijn eerder, laten we zeggen, 60s. Hippies eigenlijk, is ook letterlijk een hippie. Ja, dus, ja, Donald Sutherland is een hippie in die film, ja, gewoon. Ja. Dus je hebt, ja, Clint Eastwood, die geniaal is. Een van mijn favoriete comedians aller tijden, Don Rickles. Ja. Telly Savalas is fantastisch. En Donald Sutherland is hilarisch. Ja. En een zeer jonge, dat was ik vergeten, dat zag ik pas toen ik hem nu terugzag. Een zeer jonge Harry Dean Stanton speelt een van de, in de platoon ook. En ja, Larry Hagman ook, geloof ik, hè? Zat hij er ook niet in? Harry Hagman, dat weet ik niet. Nee? Een andere, wacht, hè, die Carol O'Connor speelt de... Archie Bunker. Ja, Archie Bunker speelt de grote generaal die ze later komt zoeken. Dat blijft goed. En, dat wist ik niet, dat heb ik nu pas gisteren ook ontdekt, is van dezelfde regisseur als Where Eagles Dare. Ryan G. Hilton. Ja. Mm-hmm. Dus die heeft eerst Where Eagles Dare gemaakt met Richard Burton en Clint Eastwood. Wat ook een beetje een fictief verhaal is in de Tweede Wereldoorlog. En dan bij deze hebben ze gewoon echt alles overboord gegooid. En zijn ze gewoon volle bak losgegaan voor de avontuur. En dat is hilarisch, goed gemaakt. Ze schieten op het einde gewoon een heel Noord-Frans dorpje naar de helemaal kapot. Daar heeft gewoon niks meer van over. Hoe ze dat gedaan hebben, weet ik niet. Maar het is echt niet normaal. De Duitser die in de tank zit aan het einde, heeft de meest extreem Duitse kop ooit. Nee, denk van, ja, dit is zo. En die draait bij. Dus ze zeggen, ja, maar anders krijg jij een deel van de buit. En die kerel die zegt, oh ja, dat is goed. Daar ben ik ook heel graag voor. Het gaat ook echt over oorlog is onzin. Let's have some fun, man. Zo, daar gaat het. What's with the negative waves, man? Zegt Donald Sutherland de hele tijd. I love this movie. Dat is echt een van mijn favorieten aller tijden. Ja. Dus, ik heb hem nooit gezien. Ja, nooit gezien. Niet gezien? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Dat moet ik eens zien. Ja, ja, dat moet je echt zien. Dat is echt... Goed, alright. En dan komen we op de nummer 5. We zijn in de top 5, dames en heren. Deze is door Alex en Erik op nummer 5 gezet. Of door hun op nummer 5 is de eerste Dirty Harry. Mm-hmm. Don Siegel, regisseur. Ja, de icoon, hè. Dat is de straf, hè. Zeg het maar. Erik, begin jij, Morten. Ja, nee, gewoon. Ja, dat is een... Hij creëert daar iets. Dat is waar iets dat discutabel is qua auto. Dat is een reactionaire politieman. En veel redemption is er dan aan het einde niet. Maar het is, het is heel straf voor cinema. Wat hij daar creëert is... natuurlijk voor dat soort films wonnen, zeker in die periode, geen Oscars of zo. En het is niet, laten we zeggen, de beste technische acteur ter wereld. Maar dat is toch, dat is toch straf. Als je zoiets kunt neerzetten als acteur, dan... En een chance dat Frank Sinatra nee je zei, hè? Ja. Ja, dat is waar. Ja. Ja, die had dat toch helemaal anders gedaan, ja, inderdaad. Denk I got a question for you. Do you feel lucky, punk? Hey. Ja, wat is goed. Dat is nu even terzijde, maar Frank Sinatra... Mia Farrow had toch met die echtscheiding, met Woody Allen, van op zijn zachtst gezet allerlei rare dingen naar buiten. En toen kreeg Mia Farrow telefoon van Frank Sinatra, op oudere leeftijd. En die stelde serieus voor, zal ik hem zijn benen laten breken? Ja, ja. Maar dat was geen grap, hij bedoelde echt... I know some people, Dus moet je allemaal nu nog kleiner kunnen zijn eigenlijk. Ja. Ja. Iets gezegd zijn, moet ik ook even melden, Clint Eastwood was vroeger 1,95 meter en nu nog maar 1,93 meter. Dus zelfs van die iconische figuren, die krimpen. Ik ben 1,5 centimeter gekrompen. Ik ben niet iconisch natuurlijk, hè? Maar ja. Hoe iconischer, hoe minder dat je krimpt. Dat ziet er niet goed uit voor ons, hè, man. Wij gaan door de brievenbus kunnen duiken binnen een paar jaar. Onder nul. Dat is fantastisch. Hey, zeg, ik heb die Dirty Harry ook voor het eerst gezien dit jaar. Ik heb echt wel wat films opgepikt. En ook ineens Magnum Force. Mm. En ik moet zeggen, ik ben meer een fan van Magnum Force. Omdat in Dirty Harry gaat hem achter Ine. En in Magnum Force gaat hem achter zo een paar
verschillende. Ja. En... politieagenten ook zeker, ja. Hè? Is dat niet? Ja. Is niet Hutch erbij? David Soul, is dat niet een van die gasten? Ja, hè? Ja. Juist. Dus ik vond dat... Ik heb... Allee, dat is heel grappig dat je dat zegt, want ik vind precies het tegenovergestelde. Ah, ja. Ik vind namelijk van de... Nou nee, de... Ik denk dat iedereen erover eens is dat de Deadpool, of noemt hij? Ja, Deadpool, hè, dat is de laatste. Dat is veruit de minste Dirty Harry film. Maar ik vind The Enforcer en Sullen Impact... Er zijn 5 Dirty Harry films. Eerst heet Dirty Harry, de tweede heet Magnum Force. Die duurt voor mij te lang. Die duurt echt 2,5 uur of zo. En ik vond de eerste en de vierde de beste. Sullen Impact, ja. Sullen Impact, die is ook geregisseerd. Dat is de enige Dirty Harry film die hem zelf ook geregisseerd heeft. Ja, dus, ja en die scène in de café is gewoon legendarisch, hè, met die Make My Day. Maar dat is grappig dat jij de Magnum Force dan weer beter vindt. Ik vind die dan juist vlak voor Deadpool de minste van de vijf. Ja. Ik vond dat de eerste Dirty Harry ook een hele goede, zo onaangename slechterik had. Amai. Zo die, weet je, Scorpio? Of die Die was ook een beetje gebaseerd op die Zodiac Killer achter die toestellen. Omdat die ook van die brieven stuurde. Ja. Ja, maar wij allemaal weten. Ongelooflijk. Wat ook heel bijzonder is aan Clint Eastwood is dat hij, ik bedoel, met A Man With No Name in de Dollar trilogie en in Dirty Harry, die heeft 2 iconeske, een beetje zoals Harrison Ford en Indiana Jones en Han Solo is, heeft hij ook 2 iconeske. En die eigenlijk, want Han Solo en Indiana Jones kun je nog zeggen, dat is bijna dezelfde. Maar Dirty Harry en The Man With No Name zijn wel 2 verschillende personages. Allebei dan het feit dat ze natuurlijk altijd in de film praten. Maar... En iedereen overhoop schieten. Dat ze misschien toch. Maar buiten dat is hij wel echt bijna totaal anders. Heb je nou juist gezegd dat Han Solo en Indiana Jones bekend zelfs is? Wat is dat bij jou vandaag? Ja, ik vind dat... Op een manier... Ze voort niet zo breed als redacteur is. Nee, maar goed, dat vind ik. Ja. Wacht, hè. Ik ben direct terug, hè, maar doe vooral verder. Ik wil nog wel 1 ding vermelden van de Deadpool. Er redden toch nog wel de onwaarschijnlijke scène in, waarin dan een hele jonge Jim Carrey Welcome to the Jungle staat te lippen. Ja, dat moest ik toch ook wel... Dat was zo'n soort drugsverslaafde rockster, speelt hij daarin. En ik herinner me dat ik die toen... wel zo van, oh ja, dat geloofde toen ik dat in de cinema zag, want je kende die niet, maar als je die nu ziet, dan denk je, ja, dat is Jim Carrey, dat keihard Jim Carrey. Ja, dat is Ace Ventura speelde rockster. Je kunt er niet echt meer onderuit, zo, dat je denkt, die scène werkt totaal niet meer nu. Nee, absoluut. Dat heeft hij zelf kapot gemaakt, onze vriend. Heeft zelf echt volledig vernield. Maar de vraag is eigenlijk, die ik wou stellen, zijn we meer fan van The Man With No Name, of zijn we meer fan van Dirty Harry? Of kunnen we daar niet tussen... Gevaarlijk van te zeggen dat ik fan ben van Dirty Harry natuurlijk, mag dan... Nee, maar van... Ik vind dat alle politieagenten zo zouden moeten zijn. In Antwerpen scheelde niet veel. Toen waren er minder problemen. Zie nou Minnesota, dat is toch opgelost? Nee, is dat niet meegevallen? Hoe was dat voor? Oh, man. Ja. Ik blijf een voorliefde hebben voor Eastwood in de Westerns. Ja. Ik snap het, ja. Maar dat is ook omdat ik denk dat wel heel hard heeft, die jaren 70 politiefilms, die zijn allemaal keigoed, maar dat is ook allemaal zo wat van die... Dat is een beetje ellende allemaal, zo, hè. Dat is allemaal heel donker en een beetje heel... Hè, zo ook The French Connection en zo, fantastische films. Maar zo dat had altijd zo'n soort rauwe, vuile realiteit. Ja. Je niet altijd goesting hebt. Zoals New York was, hè, in die tijd. Ja, absoluut. Dan is dat Disneyland, hè, vergelijken met Toon. Ja. Zoals ook de cinema, de mainstream cinema, was ook veel rauwer. En heel harder, hè. Ja. Wat allemaal wat opgepoetst is door studio. Ja, ik hou er zelf meer van. Hoewel je inderdaad kunt zeggen dat die westerns zijn natuurlijk veel minder gedateerd. Omdat die zich al in een andere tijd afspelen. Dus die andere films zijn iets sneller gedateerd. Want ja, je moet nu aan jonge mensen uitleggen wat een telefoonhokje is, bij wijze van spreken. Dat kennen we niet meer. Maar... Is dat? Ja, precies. Vroeger had je een hokje en daar was een telefoon in. Waar dat Superman in stapte. Maar Superman nu verkleed hij zijn eigen in een smartphone. Ja. Dat is wat hij nu doet. Hold my beer.
Ja, dat was ook altijd, in Amerika kon je een telefoonhokje opbellen, maar in België en Nederland klopt niet, hè? Ja, nee. Of collect call. Collect call, dat kennen wij ook. Ja. Dat zijn zo van die dingen die absoluut in films heel vaak tegenkomen. En dan wil je dat hier ook doen en dan ging dat niet. Ja, ja. Ik heb Star eens een, 69. Ja, ik heb een acteur geïnterviewd vanuit het telefoonhokje. En een jongen wilde ik altijd bekende sterren interviewen. En dat was Ian Ogilvie, die The Saint speelde. En ik ging dan geregeld, ik had gedaan alsof het schoolkrantje belangrijker was dan het eigenlijk was. En ik kreeg een interview, ik moest telefonisch. Maar ik was in Londen en ik had natuurlijk geen gsm en ik zat ook niet op hotel. Dus ik moest dat interview doen vanuit een telefoonhokje. En dat was in Londen met zo'n rij van 10 wachtende mensen. En een vriend van mij stond dan buiten. En hij zegt, en die waren zo aan het klagen van, what is going on? Met een half uur, dat was een heel goed interview, het duurde een half uur. En dan zei mijn vriend, ja, he's interviewing Ian Ogilvie. Doesn't he have an office? Of zoiets ook. Ja. Dat is die anekdote was iets beter dan Tijn. Ja. Dames, op nummer 4 komen we bij When Eagles Dare. Oh, where Eagles Dare. Als ze iets durven, dan hebben we het gefilmd. Dus door Alex en Erik in de top 5 gecast. Leuk. Ik vind dat een fantastische film, ja. Dat is vooral ook, ik was ook, mijn papa was ook een hele grote fan van die film. Dus ik heb dat samen met hem redelijk veel gezien toen ik jonger was. En ik herinner me vooral dat Clint Eastwood daar een enorme, koelbloedige killer in is. Zo iemand die dat de grootste bodycount eigenlijk op zijn naam heeft staan. En degene die ook weer het minste zegt... Maar als ze maar niet zegt, is het altijd cool. En de andere, ja, ik ben ook een hele grote Richard Burton fan, want die mens had zo'n fantastische stem dat ik die in een telefoonboek kan laten horen voorlezen. Zo al die Broadsword Calling Danny Boy. Die is zo dat heel... come in Danny Boy. Zo dat heel overdreven... hoe dat die een over... Maar dan tegelijkertijd hebben de andere die zo af en toe eens een wenkbrauw optrekt en dan een Duitser door zijn kop schiet. Dat is basically wat Clint Eastwood doet in de helft van de film. Ja. En die heeft trouwens ook, omdat jij er straks het zo zei, Fokke, van de meest Duits uitziende gast aller tijden. Er zit ook een SS, een Gestapo-officier in, die zo het meest Duits uiterlijk heeft dat je kunt voor zo blonde haren, blauwe ogen, zo die een hele vervelende, angstaanjagende gast in dat prachtig zwart uniform. Absoluut. Die zo niet meer Darth Vader avant la lettre kon zijn als dat hem was. Ook zo, die er op een vriendelijke manier dingen vraagt, maar gevoelt heel de tijd een hele vervelende dreiging bij dat figuur. Ja, en die probeert ook die meisjes te versieren, hè? Dat is die gast. Hè? Ja. Maar ook op een heel onaangename manier. Zo. Alles om die gast is vervelend. Ja. En die heeft ook diezelfde uitstraling dat je zo later gezien hebt in die scène in Inglourious Basterds, waar ze allemaal in die kelder zitten en zo dat spelletje met die briefjes gaan spelen. Er zit er ook zo ene bij die je voelt heel de tijd die sfeer van, die weet het al. Maar die blijft er maar wat mee spelen. Zo. En dat is zo, hij heeft dat ook gevoeld heel de tijd dat hij het door heeft. Maar je weet niet wanneer dat het gaat mislopen. Zo. Ja, dat dus klopt. Nee, maar die scène in Inglourious Basterds in de café, dat is heel lang geleden dat ik hem gezien heb, Where Eagles Dare. Maar Tarantino, volgens mij, stond Where Eagles Dare in de top 10 van zijn favoriete films alle tijden. Ja. Dus moet je ook niet verbazen, moest die scène er dan een beetje op lijken of een soort hommage. Absoluut. Absoluut. Hele coole film. En ik heb die nog niet zo lang geleden teruggezien. En dat blijft nog altijd wel. Ja, op Netflix, denk ik. Net als inderdaad Where Eagles Dare en Kelly's Heroes, dat zijn ook films die zich in die tijd afspelen, maar zelf een verhaaltje verzinnen. En eigenlijk alle logica overboord gooien. Ja, dat is bij Inglourious Basterds ook keihard aan de hand. Hè? Dus ik denk wel dat absoluut een verwijzing daarnaar is. Ja. Ja, dat zijn van die goede missionfilms, eigenlijk, dat jij er straks zei, Erik. Hè? Wat een van mijn andere favorieten is The Dirty Dozen. Dat vind ik ook onwaarschijnlijk goed. Waar dat ook een ongelofelijke Telly Savalas in zit. Hè? Zo die rare zot, waar dat je van voelt dat je compleet mislopen voordat die film gedaan is. John Cassavetes, die een mega rol erin speelt.
Ja, die vooral iedereen kent als regisseur, maar daarin zie je ook hoe een goede acteur dat is, man. Absoluut. Ja, dat is Jim Brown, dat zelfs keigoed speelt, wat eigenlijk een beetje een American footballster was toen, maar die nog altijd een van de beste moves doet in een film ooit. Die heeft zo'n helm op en die geeft iemand een kopstoot in zijn buik en dan komt hij enorm omhoog met die helm. Dat zag er zo enorm pijnlijk uit voor naar te kijken, zelfs toen in die tijd al. En Donald Sutherland, die een generaal moet spelen, en die dat dan ineens een of andere gast vraagt, where are you from, son? En dan zegt hij zoiets van, I'm from Boise, Idaho, sir. Never heard of it. Ja, dat is zo. dat is fantastisch. Heren, de top 3 op de nummer 1 is een verrassing. Is het, of ja, tenminste, is voor mij verrassend. Voor jullie, van jullie niet natuurlijk. Maar op de derde plaats staat dit. Heartbreak Ridge. Sven en Alex hebben die in de top 3 gekregen. Ja, vertel het maar, Sven. Ja, fantastisch. Dat is Clint all the way. With all due respect, sir, you're bringing the bore the hell out of me. Dat vind ik altijd een fantastische quote. Het is zo'n een army training movie, een army training camp. Marsha Mason speelt er ook in mee. En Everett McGill. Die ik ook een goede acteur. Van The Quest for Fire. Ja, ik heb die in de cinema gezien. Met de persfeestjes nog, Erik, in de tuil op de wapper. En ik vond dat fantastisch. Wat jaar is dat? 86? 86, ja. 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 Mm-hmm. Ja, wat grappig is, ik herinner me, Clint Eastwood altijd al wel als een oudere man daar. Hè? Zo, dat je denkt, oh ja, je speelt daar zo de oudere, bijna al aan het uitkijken, alleen niet aan het uitkijken door zijn pensioen, maar mandatory, dat hem eigenlijk gewoon moeten stoppen. En ik heb dat deze week teruggezien. Speciaal voor deze aflevering dacht ik, ik kon dat nog eens een keer terug opzetten. En dan merkte dat hij eigenlijk, ja, inderdaad, een end in de 50 is daar zeker, denk ik. Maar die is wel mega in shape. Die ziet er ongelooflijk goed. Ja, want die heeft ook zo, je zag eraan dat hij echt nog wel trainde. Zodat dat wel een gast was, dat er heel sportief het zag. En ja, die one-liners, hè, man. Ik was de helft er al van vergeten. Maar dat ze zo een en hem een sigaar aanbiedt, zo van die illegale Cubaanse sigaren. En dan zegt hem, ja, als je dan wat dingen moet noteren die daar binnenkomen in het warenhuis, als je dan zoiets de andere richting uitkijkt bij bepaalde dingen, dan moet je dat niet doen. En dan zegt hij, get that stogie out of my face, or I'll stick it so far up your ass, you'll have to light your nose on fire to light it. Zo. En dan denk ik, deze is onwaarschijnlijk. Ja, en dat is een hele film, vooral dat eerste stukje dat ik ook op sms had gezet, dat je zegt, tomorrow morning, 0600 hours, that's 6 o'clock in the morning, for those of you who don't habla. Omdat er zo twee gasten zaten die zeiden, no habla inglés, no, die deden alsof dat ze het niet verstonden. En dat is zo twee keer dat hij terugkomt, dat je zo, also for those of you, don't habla. Zo, ja, gewoon alles wat dat je zegt daarin, heel dat personage, heel dat figuur. Ik heb twee problemen met Heartbreak Ridge. Ik vond dat een goede film, hoor. Ik bedoel, ik vond dat niet slecht, maar ik heb twee probleempjes. Ten eerste, hij is een drill sergeant die niet kan roepen. Want Clint Eastwood kan niet zo goed roepen. Hè. Dat is, zelfs als die roept, fluistert hij. Die roept, fluistert. Ik weet niet hoe dat precies werkt. Maar als hij hard spreekt, is toch altijd fluisteren wat hij doet. Maar dat is dreiging, hè, man. Dat is wat dat hier doet. Je neemt dat niet nodig. Dat is het coole aan Clint Eastwood, dat je zegt... En dan begin je zo... Iedereen zo... Ja, we gaan niks zeggen, hè, want hij is echt... Charles Bronson kon ook niet roepen en dat was ook dragend. Hè? Ja. En het andere is met die mannen die er zo achter lopen. Ja. En voorbij, zo met KVL show. En dan zijn die allemaal buiten adem. En dan blijft hij gewoon zo verder joggen. Zo. En dan denk je, ja, goed idee, jongens. Sorry, wat wou je gaan opzetten van die film? Het andere dingetje, puntje van kritiek op die film heet Mario van Peebles. Oh, wat ja. Een vervelend, irritante persoon. De Ayatollah of Rock'n'Rolla. Die is ronduit vervelend, hè? Ja. Zoon van Melvin van Peebles. Ja. Dat is die regisseur van... wat is dat nou weer? Sweetbacks... Allee, hoe heet die film nou weer? Zo. Ja. Dat weet ik. Ja. Ja, Mario van Peebles... daarna horen we daar helemaal niks meer van, godzijdank. Want dat, die is... Die heeft nog wel wat gedaan, zo. Ja, Fosse, de goede western, eigenlijk. Ja.
Je was ook Malcolm X in Ali, speelde die dan. Dus je hebt nog wel wat dingen gedaan. En met Christophe Lambert heeft hij ook zo eens Gunman gemokt, denk ik. Ja, en ook in een Highlander, hè? Is ja, de derde, denk ik. Ja, de derde of de vierde, ja, voilà, ja, inderdaad. Ja. Maar ja, nee, ik vond die... Niet de goeie. Hij moest de comic sidekick zijn en vanaf het eerste moment dat ze in die bus zitten met z'n tweeën, vind ik hem vervelend. Dus... En je hoopt gewoon, want het is een beetje, de structuur is een beetje zoals die van Full Metal Jacket. Hè? We hebben eerst een opleidingsstukje en we brengen de ploeg samen en daarna moeten ze vechten. En ik zat gewoon te hopen dat hij als eerste eraan ging, maar hij blijft leven op het einde. Hij wordt niet neergeschoten. Wat mij er vooral ook aan opviel, was dat ze zo in een aantal van die oudere films... overduidelijk, ik heb ooit eens een interview gezien met podcaster Joe Rogan, dat hij babbelt met een echte Special Forces gast. En die zegt, ja, waar stoort u eigenlijk keihard aan in films? Hè? Zo dingen die dat totaal niet kloppen. Hè? Terwijl, als je dat echt doet, dat totaal anders is. Je zegt, ja, twee van de dingen die het meeste voorvallen in films zijn een granaat gooien en dan een ontploffing zien met vuur. Dat is dus niet. Dat doet gewoon... En dat zijn allemaal scherven die in het rond vliegen. Dus dat is nooit dat die dat goeien en er ontploft van alles. Dat gebeurt niet. En ten tweede, en dat zie je heel hard in die film, mensen die met een geweer zo lopen. Want als je een echte militair ziet, dat die punt van dat geweer is altijd naar beneden, totdat hem beslist om dat te gaan gebruiken. Ja, en in Heartbreak Ridge zie je die er allemaal rondlopen. Die schieten elkaar allemaal kapot. Had er één een strakel, die dood. Allee, dat is waanzin. Dus dat vond ik wel, dat viel mij dan ineens op nadat ik dat gezien had. Ik dacht, oh, dat was mij nooit opgevallen toen ik die gezien had als ik jonger was. Maar dat is nu wel. Dat en Mario van Peebles is inderdaad redelijk irritant, ja. Dames en heren, nummer 2 in onze top 15 is deze. The Good, The Bad and The Ugly. Door Alex en mijzelf in de top 3 terechtgekomen. Ja, ik vind dat wel de beste van de drie, eerlijk gezegd. Ik vind die... Heb jij nu geflamd, Alex? Nee, ja, dat was geen fluim, dat was een... er kwam van alles naar boven. Ik heb hem niet uitgelanceerd hier, maar als je wilt, Erik, u vraagt, wij draaien. Ja, een excuses, sorry. Dat doet Clint ook in bijna al zijn films. Ja, dat is waar. Dat is een hommage. Een hommage, inderdaad. Dank u, Erik. Sorry, Fokker, ik onderbrak u. Nee, geen probleem. The Good, The Bad and The Ugly, de derde van de drie... Spaghetti Westerns die gespeeld heeft, met Sergio Leone, inderdaad, met Lee Van Cleef. En hoe heet die derde man nou ook weer? Eli Wallach. Oh ja, Eli Wallach, ja. Ja, ik vind dat de beste van de drie. Maar jij, Sven, vindt de eerste beter, blijkbaar. Ik vind Fistful, ja, als je het echt over Clint... als je het over Clint Eastwood films, vind ik een Fistful... Ja, als je het over films... Dan zouden die wel beter zijn, uiteraard. Ja, ja. Maar ik vind het Fistful meer een Clint Eastwood alien vehicle. En deze is zo meer een ensemble. Ja. En jullie Italiaanse titels van die drie films? Il Bueno, Il Bruto, Il Cattivo, denk ik dat is. Van dinges. Ik weet niet hoe dat die twee anderen nou weer al zijn. Weet je eigenlijk? Ik weet het wel, maar ik kan het niet uitspreken. Voor Uni... Pugno di Tulari. Per un pugno di Tulari, sì. Sì. E per quanti dollari in piek? In più. Ik weet niet wat ik gezegd heb. Vertel me, ik moet naar het toilet. Ja, dat lezen of wat? Ja, ik heb hier op het tweede scherm heb ik hier de... Ah, oh, nee, dat... Nou, er werd niet serieus vals gespeeld, dames. Tuurlijk. Wat denk je dat ik aan mijn hoofd weet? Ik ben allemaal van baas te leren. Nee, jij zet gewoon een scherm voor. Ja. Trouwens, het heeft 3 jaar geduurd. $3 million. Dat is natuurlijk eerst alleen in Italië uit, waar alles gedubt is en waar zijn rol... ik weet niet wat een... Dat was Enrico Mario Salerno. Die speelde zijn rol. En pas 3 jaar na datum is Eastwood die film gaan dubben om in Amerika uit te brengen. Ja. Wel waar. Ja, dat weet je natuurlijk, maar dat nemen ze vaak nemen ze anders op, hè. Die is in 1967 uitgekomen in Amerika dan. Ja, en in 1964
Want Italianen die doen zelfs meestal niet hun dialogen. Fellini die liet gewoon een acteur maar wat zeggen. En achteraf zetten ze er gewoon in. Dat ze, soms waren die gewoon over het weer bezig en zo. Geloof je niet? Geen mop. Nee. Dat blijkt, dat kind was dat met Goldfinger was dat ook, hè? Dat Gert Fröbe, dat hij eigenlijk helemaal geen Engels sprak. En dat hij gewoon tegen Sean Connery van die dingen zei als vastnitten en fluiten naar het muziek. En dat hij dan, oh Mr. Bond, I expect you to die, erover zit. Dat dat een of andere gast was. Maar wat dus Sean heeft gehoord, vandaar dat die wenkbrauw nogal veel naar omhoog gaat in die en wat zegt hij hier allemaal? Dus dat heb ik toch ook eens ergens gehoord. Of ja, dat is dat vroeger standaard te zijn. Namen die het geluid dan gewoon niet op en werd dat later allemaal... Nee, ze soms inderdaad zonder geluid opnamen. Ik was er niet bij de meeste. Want dat is natuurlijk Foley-acteur, hè, ze maken al die geluiden na. Maar je hoort daar zo hard, hè, als ze ergens in een enorme galmende kathedraal staan. Maar dat geluid is super crisp, ja, dan hoor je, dit klopt voor geen meter. Hè. Mensen hebben daar in de studio daarna opgenomen. Wat mij vooral opvalt bij oudere films, en als die lopen, hoe dat voetstappen klinken en zo. Ja. Dat je echt voelt van, oh ja, die zijn er echt opgezet. Of dat heel veel geluiden die nu toch veel realistischer overkomen, zal ik maar zeggen. Dus daar zijn ze wel beter in geworden. Maar de grote bij de geluid van iemand slaan, hè? Iemand slaan. Ja, dat is ongelooflijk, hè? Ja. Bud Spencer. Ja. Wat ik wel heel goed vond om die films, die spaghetti westerns, dat in vergelijking met die Amerikaanse westerns, ja, alles was er veel vuiler. Zo, die Amerikaanse westerns waren allemaal veel properder. En ook zo, hoe dat een geweerschot daar klonk. Zo, dat drama van die Italiaanse westerns, hè, dat was, in Amerika was dat zo... En daar was dat... Ja, klopt. Ja. Je hoort zo dat je denkt, holy crap man, dat is een kanon dat hij vast heeft. Zo, dat klinkt fantastisch. Hè? Want ik heb dat in de cinema gezien. Als 11-jarig manneke, hadden ze zo dat ga jij weten, Erik. Gaat zo in de, of, en jij ook zeker, Sven. Want ik denk dat we dat vorige keer zelfs nog eens gezegd hebben. Die cinema schuin tegenover de Rubens, zo iets verder. Astra. Ja, de Astra. Ja. En daar werden zo van die oude films gespeeld, hè, die zo'n week liepen en dat was dan een andere. En ik heb daar toen The Good, The Bad and The Ugly voor het eerst gezien in de cinema. En een van die scènes... Dat was er super. En een van die scènes dat ik nooit vergeet is dat op een bepaald moment wordt het Eli Wallach-figuur... Die wordt zo, de ugly eigenlijk dan, die Tuco, die wordt zo compleet in elkaar geslagen door zo'n hele grote, sterke vent dat die zo aan het martelen is. En die moet zo lang erop blijven kloppen als dat een band buiten staat te spelen. Ja. Dus dat is zo'n groep te spelen en intussen, en dat is ook die typische, een hele dramatische Sergio Leone dingen, Ennio Morricone muziek. En dat is ook zo, ik was er niet goed van, dat zo een van die muzikanten begint zo wat te huilen, omdat hij weet wat er daar binnen aan het gebeuren is. En dat, is, dat bleef bij mij heel hard hangen, die scène. Dat ik zo dacht, wauw man, dat is ook zo, ja... Ja, dat wel wat meer diepgang, vond ik ook, dan veel van die... Absoluut. Ja. Ik vind, Ennio Morricone is ook wel een van de personages van die film. Ik bedoel, die muziek van hem is ook wel echt ongelooflijk. In alle drie, maar zeker ook in die derde. Maar ik vind bijvoorbeeld... Oh shit, nou ben ik die naam van die muziek... De muziek maar in Dirty Harry is daar... Lalo Schifrin. Lalo Schifrin vind ik ook even belangrijk, hoor. Mm-hmm. Zijn dus heel vaak is dat voor... Mission Impossible cute, hè? Natuurlijk, natuurlijk is die muziek van The Good, The Bad and The Ugly ook iconisch, hè? Die wah, 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 en zo dat kent iedereen, hè? Ja.
En ook zeker dingen, hè, de intro van elk Metallica optreden ooit is Ecstasy of Gold. Hè. Dat is op het einde als ze op dat kerkhof staan. Ja. En ze beginnen zo te zoeken naar dat goud. Hè, dat die camera zo blijft ronddraaien. Dat je die maar ziet lopen van waar is dat goud hier. En dan krijg je zo die... Dus dat is altijd een intro van Metallica. Ook wel... Een kleine, er staat een documentaire op Netflix, ik weet niet of die er nu nog op staat, maar die heet Sad Hill Unearthed. En dat gaat over de locatie in Spanje en dat ze die terug gerestaureerd hebben. Dus de locatie van Good, the Bad and the Ugly, de locatie van die cirkelvormige begraafplaats, die locatie bestond nog. En er waren gasten die dat dan gewoon uit... Er zijn heel veel mensen die locaties van films gaan bezoeken. En ze zagen allemaal nog kleine dingetjes. Ja, jij ook. En die hebben ze helemaal gerestaureerd. Zoals het er toen uitzag in de film. En daar is een documentaire over gemaakt die dat hele proces doorloopt. En uiteindelijk gooien ze het open, laten ze die film daar zien. Komt Clint Eastwood een stukje spreken op scherm, enzovoort. Dus gaat over die passie voor die film. Hele leuke documentaire over The Good, The Bad and The Ugly eigenlijk. Want die begraafplaats heet Sad Hill. En die film die heet Sad Hill Unearthed. Echt de moeite waard. Om mensen te zien die diezelfde passie hebben voor zo'n film als dat, ja, als dat wij ook hebben. Ik ben nog niet vaak, Alex, ben jij al veel naar locaties van films gegaan of zo, dat je denkt van... Nee, eigenlijk niet. Heel weinig, eigenlijk. Ik heb wel zo'n aantal van die studio's gedaan in Amerika, waar het dan ook zo'n aantal van die echte sets staan, die dat je dan wel gezien hebt. Maar zo echt locaties, hè, zoals naar Tunesië gaan, om zo Tatooine eigenlijk te zien, nou, dat soort dingen. Dat zo graag. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan, nee. Jullie jawel, wel? Jawel, Erik? Ja, ik ben heel vaak gedaan. Onder andere, daar ben ik zijn naam kwijt van die scène in Heat, waarin Al Pacino en Robert De Niro uiteindelijk, de twee acteurgiganten, elkaar aan treffen in een restaurant. In die diner. In het restaurant ben ik binnengegaan en heb ik gezegd, ik wil die tafel. En dan heb ik die tafel... Zalig. Ik zat er alleen, maar het is natuurlijk niet hetzelfde. Je had dat dan gedaan met een ober zo. We're not so different. Ja, dat is goed. Wat zal het zijn? Dat is normaal. en nog andere plekken ook? Goh. Honderden plekken, denk ik. In Amerika... Ja, je komt ze ook gewoon tegen, hè. Je komt alles tegen. Bedoel, als je... Rebel Without a Cause, dat planetarium waar ze gaan. Je komt al die locaties daar tegen. Als je in Monument Valley staat, zie je nog links en rechts, dan is dat denk ik 100 John Wayne films. Van Tom Ford. Dan ben ik er ook al wel geweest, op een paar keer. Maar bij mij was het nooit zo... Ik heb mensen die heel specifiek naar een locatie gaan voor dat te zien. Ja. En dat is wel waar. Ik stond er minder bij stil dat je denkt, het wordt u natuurlijk wel gezegd, hè, dat bijna elke John Wayne film, dat ook. Als je er staat en denkt, zo is dat. En die twee rotsen die eigenlijk zo handschoenen zijn, hè, zo wanten, zo, met dat, je hebt er zo twee die recht tegenover elkaar, dat is ook heel cool. Ik heb in IJsland de opening scène van Prometheus, waar de aliens in vallen, daar heb ik naartoe geweest om dat te zien. Dat is cool. Magistraal. De oorsprong van het leven, jij was erbij. Dat is IJsland, en dat is echt die kleuren, dat is... Ridley Scott heeft daar geen filters moeten gebruiken. Tijdens hier. Fantastisch. Ik heb heel weinig gedaan. Het enige is de Firehouse in New York van Ghostbusters. Daar heb ik wel voor gestaan. Maar voor de rest ook wel. En inderdaad, iets verderop... is dan waar ze Ghostbusters ook... Central Park. Dat ben ik er nog in. Ik heb in het hotel gezeten, dat zogezegd in New York is, in Ghostbusters, en dat is in L.A. Waar die binnenkomen in die lobby en waar ze de Slimer over opschieten, in dat hotel heb ik gezeten. Ik herkende dat achteraf, toen ik die film terugzag, zie je die binnenlopen en ik dacht, oh, maar dat is daar. Ik was er. Ik weet dat dat er zo uitziet. Dus dat was ook wel grappig. Alright, jongens. Terug naar Clint Eastwood. Nummer 1. Het is moeilijk te raden. Moet je dat vertellen of komt dat straks nog? Wat zeg je, sorry?
Nee, ik heb twee keer Clint Eastwood ontmoet. Dat klinkt nu nogal pocherig. Nou, dat moeten we wel vertellen. Ja, ja, vertel, nee. vertel. Ik wist dat zelfs niet. Dat is beter dan al ons verhaal. Ja. Nee, omdat ik dat is typisch wat dat deed fout. Als je een kind tegenkomt, ja, dan wil je er iets tegen zeggen. Maar dat is natuurlijk altijd tegen mij zeggen ze altijd, ah, slimste mens, of ah, het is gebeurd. En dan zeggen ze meestal, bij origineel, hè. Ja, dat was zo, de, ja, en ik kwam ook tegen, ik stond aan te schuiven om de concessiestand van het cinema. En hij kwam gewoon achter mij stond. Hij kwam achter mij in de rij aanschuiven om weet ik, wat popcorn en dingen te bestellen. En ik kijk zo achterom en ik verscheet en ik zei, ik kwam niet beter. Oh, you make my day. Dat is zo schrik dat hij gewoon zeggen, that's enough of that. Maar hij was heel vriendelijk, maar hij had het waarschijnlijk nog niet gekocht. En dan ben ik hem eens tegengekomen, strontzat. Hij strontzat of gij strontzat? Nee, ik dronk toen nog niet. Ah, oké. En ik stond, ik was met mijn filmploeg, van Cannes, ergens om Eden Rock. Kinderhotel, dat is toen buiten Cannes, waar alle films te logeren, waar een heel groot feest was. Waar iedereen, de journalisten, moesten om 12 uur naar huis, als je weet. Maar ik was er met mijn filmploeg zo zijdelings blijven staan. Maar ik dacht van, ja, straks komen we dit ook buiten. Misschien hebben we dit allemaal wel kunnen interviewen. En dat was ook zo, Michael Douglas kwam dan buiten en nog andere Schwarzenegger. En Clint Eastwood ook, je kon nooit niet raden wie dat hem in zijn armen had en wie dat hem toen wellicht de nacht heeft doorgebracht. Grace Jones. Oh, eigenlijk. Ja. Oh, heel zat met Grace Jones in zijn armen, waggelend. En dat heb ik nog gefilmd even, want ik moest dan weg. Als ja. Zo, ja, dan ga ik wat met mijn paparazzi toch. Dat waren de twee ontmoetingen. Ja. Maar je hebt toch nog een verhaal, Erik, dat Clint aan... Sorry? Ja, een tragisch verhaal. Want, wacht even, maar Zack Alzheimer is ooit echt in de top 10 gestaan, toen hij uitkwam in Amerika, van Time Magazine, van de beste films van het jaar. Richard Schickel, dat is ook de biograaf van Clint Eastwood, officiële biograaf, en een goede vriend, die heeft hem de film doorgegeven en Clint Eastwood ging een tijd lang de film regisseren en de hoofdrol spelen. Wat ik echt ongelooflijk vond, ja. Mm-hmm. En iedereen was daar zo blij om, dat we ook niet Clint Eastwood mochten zeggen in de spreken. Allee, hier mocht dat niet zoveel, maar in Amerika. Is eender, als er over het project gesproken moest wat zeggen, the man. The man. The man. The man with no name. Ja, talent. Ja. Omdat dat ongeluk bracht als je Clint Eastwood zou zeggen, dat dat niet had. Een paar rare regels. The man is reading. Het probleem is, ze hebben een scenarist erop gezet. En... die heeft die rol van die jonge politieman veel groter gemaakt. En de rol van Jan de Cler eigenlijk, die hij hem spelen, kleiner. En dat scenario kwam terug. En ja, hij vond het niet meer de man, vond het niet meer interessant. Met de producers is hem later tegengekomen. En hij zegt, ja, Mr. Eastwood, dat heeft echt van Frans, Engels. I was one of the producers on the remake of The Memory of a Killer. En Eastwood zei... Let me give you a piece of advice on that one. Don't change a thing. Ja. Dat hadden ze dus gedaan. Goeie advice. Dat is wel een tragisch verhaal, hè, man. Anders hadden we gewoon een Clint Eastwood in een... Ja, dat is wel... Ja, en het klopt ook. Het zou keigoed... Ja, weinig tekst. Oud. Kranig. Het zou een andere Angela Lilla geweest zijn dan de Kler. Maar dat kan nog een plan dat je wist. Absoluut. Ja, cool. Op een bepaald moment gingen ze dat ook remaken met Arnold Schwarzenegger. Bangelijk. Bangelijk. I can't remember. Wie we daar? Ian. Wacht, ja. Ik wou nog één ding zeggen voordat we daarin vliegen. Dan ook een Clint Eastwood-related verhaal waar ik niks mee te maken heb, maar wat ik altijd heel funny vond. En ook zoiets, omdat ik er straks vertelde over de Where Eagles Dare, dat zo'n verhaal was, van dat ik daar ook mee naar mijn papa nog keek. Dat is ook zo'n ander moment waar mijn vader altijd eraan ging van het lachen, en ik vergeet dat nooit, dat is Crocodile Dundee 2. Ja. En op een bepaald moment doet Paul Hogan, die de hoofdrol speelt erin, doet hij iets cool of zo, en er staan zo twee Japanse toeristen nog te kijken, en die ene zegt tegen die andere, do you know who that was? Clint Eastwood! En die andere zo... Dan beginnen die zo wat onderin. Ja. Dat was hier niet. Wel! En dat bleef ik altijd een hilarische scène vinden.
En ik moet altijd denken, als ik de naam Clint Eastwood hoor, hoor ik ergens in mijn kop ook altijd Clint Eastwood! Dus ik, Ja, ook, ik had net op Twitter gezet, aan de Twitter-mensen gevraagd wat hun favoriete Clint Eastwood film is, en een of andere grapjas, maar op zich, ik moet wel zeggen, grappige grapjas, had gestuurd Back to the Future 3. Mm. Want daarin zegt Michael J. Fox zijn naam dat hij Clint Eastwood heet. Dus hij staat zich overal voor als... in de eerste heet hem Calvin Klein, hè, want dat staat in zijn onderbroek. Hij ziet er ook zo uit als Fist Full of Dollars. Hè. Ja, precies. Hij en hij doet ook hetzelfde met die ijzeren plaat. Ja. Ja, voilà. Ja, hij doet het met die ijzeren plaat ook. Dus hij noemt zichzelf Clint Eastwood in Back to the Future 3, wat wel funny is. Dames en heren, tromgeroffel, de nummer 1 beste film met Clint Eastwood, volgens Sven de Ridder en Fokker van der Meulen toch, is Firefox. een beetje jaren 80 koude oorlog thriller over een hypermoderne vliegtuig wat de Clint Eastwood moet gaan pikken van de Russen. Zeer spannende film, blijft ook echt overeind. Ja, een Eastwood film zoals ze maar geen 2 heeft gemaakt, vind ik. Nee. En bijna letterlijk, want Clint Eastwood heeft maar 2 science fiction films gemaakt. Dat is deze, omdat dat zo'n mega raar science fiction vliegtuig is. En Space Cowboys. Dat zijn de 2 enige science fiction films die Clint Eastwood ooit gemaakt is. Dus dat genre niet. Hij vond ook de special effects te vermoeiend en te lang duren. En hij wou gewoon dat als een film klaar was, als dat gedraaid was, moest dat gelijk gemonteerd. En hij wou niet wachten op special effects, wat natuurlijk hier ook zo was. Maar ja, ik vind dat is mijn herinnering, een van mijn eerste films die ik met hem zag. En ik blijf dat goed vinden. Firefox. Bij mij zijn mijn eerste koopvideo ooit. Ja? Nog voordat dat eigenlijk in was. Je had dan zo op de Wapper de Free Record Shop. En die hadden als eerste van alle winkels dat ik weet, de Noise and Opus dat ook kon doen in Century Center. Maar de Free Record Shop, er konden ineens films kopen. Ik kwam daar heel dikwijls naar school en ik zag dat. En ik zag zo'n dikke kaft van Warner Brothers, want die hadden zo de dikke kaften die je zo klak dat boek moest open doen. Ja, ja. En Firefox en Warner hadden ook altijd zo dezelfde hoofddingen bij hun video's. En ik dacht, ja, Clint Eastwood, Firefox, ja, ik moet dat hebben. En dat heb ik gekocht en ik heb die nog altijd. Dat is echt zo mijn eerste... en daarmee heeft die film ook een softspot bij mij, omdat dat dus mijn hele... waanzin en verzamelwoede in gang heeft gestoken. Hoeveel films heb je nu, Sven? Echt fysiek? Ja, toch tussen de 2.000 en 3.000. Ah ja, oké. Okay. Maar bedoel je fysiek? Je broek laten smelten en zo? Of, Nee, maar je het ook op harde schijven en zo. Hè? Ah ja, zo. Oké. Okay. Ja, maar perfect legaal, hè? Dat is perfect legaal. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar... Ja, okay. Ik vond dat ook een hele coole film. Ja, ik vond dat ook een hele goeie. Ja. En dat was inderdaad, het science fiction gedeelte daarvan is compleet waar geworden. Hè, want dat was eigenlijk zo'n soort stealth vliegtuig, hè, dat niet opgepikt werd door radar. En diegene die ze hebben uitgevonden, dat uiteindelijk die stealth bomber is, dat lijkt nog veel meer op de Batplane dan hè. Dat is zo dat heel zot ding. Ja. Dus, maar in die tijd was dat inderdaad wel zo van, what will they think of next? So, dus, het eerste deel is echt een beetje die Russische, hij moet over de grens, thriller dubbelspionnen en weet ik van wat. Ja. En dan zodra hij in de vliegtuig zit, wordt het die actie vliegtuig. Top Gun-achtige scènes. Er zit een landingsding in het, en hij moet... benzine hebben, of kerosine heet, of whatever, moet hij hebben, en dan moet hij op het ijs landen, en ja, dat blijft echt goed. Ik vind het echt een fantastisch goede film, nog altijd. Ja, dus dankzij mij en Sven. Maar Sven, bij jou stond hij op de eerste plaats, maar bij mij stond hij op de tweede plaats. Ah, ja. Voilà. Maar waren de Russen daar niet heel slecht in? Heel slecht? Dat moet wel, die waren in de jaren 80, dus dat zal wel zijn. Hè? Ja, die waren niet... Ja, dus ja, voilà, de Russen waren heel slecht. Er zat geen dubbele... En ook, wat ook totaal typisch is dat Clint heeft dat vliegtuig nog nooit bestuurd. Maar je moest het kunnen besturen met je moest in het Russisch denken. En hij kon blijkbaar in het Russisch denken. En daarom was hij moest dat doen, omdat hij Russisch kon denken. En hij kan dan uiteindelijk dat vliegtuig beter besturen
dan de Russische piloot die dat al jaren doet. Ja, dus dat natuurlijk is ook, maar ja. En het begin een fantastische scène waar dat hem ontjoggen is en eigenlijk paranoia-gewijs achtervolgingswaanzin heeft, maar het is, ja, wordt echt achtervolgd. En dan zie je ook dat die gast ook toch nog een ongelooflijke fysiek had. Hè. Ja, want hij wordt geformateerd door de tweede, door de Vietnamoorlog. Hè. Hij heeft flashbacks naar Vietnam. Ja. En op een gegeven moment, een heel spannend punt, blijft hij in zo'n herinnering steken, terwijl hij eigenlijk iets moet ondernemen. En ja, dat is heel goed in zijn. Hij heeft hem zelf ook geregisseerd, die film. Cool. Over... Zeg, cool. Mannen, ik moet even deze... I've got to tell you something. Oké. Ja, ik moet om 4:00 echt een van mijn kinderen gaan halen. Dus ik moet nu afscheid nemen van jullie. Alles. Ja, ik wist niet dat het zo lang ging. Hoe oud zijn de kinderen? Je moet toch even laten staan? Nee, dat gaat niet. Zeker niet in deze tijden. Je moet er staan. Ze zitten toch nog allemaal in... Oh nee, ze zijn allemaal vrijgelaten. Vrijgelaten. Ik hoor het. Ik hoor het wel dat het een top 8 was, maar het spijt me. I gotta go. I gotta save my kids. Sven, that's enough of that. Dat zou Clint Eastwood dus nooit doen, hè, Sven. Ja, want jij hebt ook wel van hier als kiek, hè. Ja. Salut, matje. Yo. Bye. En hoe doen we dat? Ben je dan een leeg vakje staan? Ik heb geen idee. Hoe dan zit ik gewoon met 2 en ik. Dan zijn we met 3. Voilà, we gaan inderdaad door naar de regie. De regie dingen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk... hij heeft er 41 geregisseerd. Ja. En er zit eigenlijk bijna niks bagger tussen. Het is bijna altijd goed. Ja. Op één na, en dat is dit. Ja, dat is niet goed. 1517 Paris. Over de, ofwel, over de, ofwel heel middelmatige films. Hè. Een paar middelmatig, maar nog, dan zitten er altijd wel elementen in die goed zijn. Ja. Maar dit is echt niet goed. Dat heeft hij gemaakt. Dat gaat over die die terroristische aanslag op de Thalys van Amsterdam naar Parijs. Ja. Daar heeft hij 2 fundamentele fouten gemaakt. A, er was te weinig verhaal. Dus we zitten eigenlijk de hele tijd naar een vakantiefilmpje te kijken met een raar einde. Aan de ene kant. En de acteurs zijn de gasten die het daadwerkelijk hebben meegemaakt. En die doen dat ook niet slecht. Die doen dat ik vind van niet. Ik vind niet dat die zichzelf goed spelen. Ja, maar het is wel gedurfd om dat te doen. Het is wel gedurfd om dat in een mainstream grote publieksfilm te doen. Als je de applaus is, dan doe je wat je wilt. En mensen zullen zeggen, ciao. Maar hier, het wel gedurfd en ik vond dat wel oké. Maar het is een saai film. Je ziet eigenlijk een uur... Je ziet eerst een stukje over hun jeugd. En dat is misschien nog wel relevant, omdat je wil weten hoe ze zo die vriendschap hebben gekregen. En dan zit je eigenlijk een uur lang naar een vakantiefilmpje. Ja, ze gaan naar Rome, ze gaan naar Venetië, ze gaan naar Berlijn. I don't give a shit. En op een gegeven moment zegt die ene gasten... Ja, ik denk dat ik wel voor iets belangrijks in de wieg gelegd ben. En dat is het enige... Nee, denk van, gast, omdat hij in God gelooft. Nee, en dan nu de scène die dan effectief in de trein zich afspeelt. Want ook de andere passagiers spelen zichzelf. De terrorist is een acteur. Dat is dat was ook een echte. Die scène is heel goed gemaakt. Maar dat duurt natuurlijk maar 5 minuten. En al de rest is echt flauwekul. Dus dit is... En een andere, 2 andere die wel goed zijn, maar die in onze top 8 niet voorkomt. Dat is die dubbel Flags of Our Fathers en Letters from Iwo Jima. Ik heb de Iwo Jima film eerlijk gezegd zelf nog niet gezien. Maar die twee... Sorry? Ik krijg hier net een briefje van mijn kinderen. Wij worden hier lastiggevallen door een man. Hij lijkt op Sven de Ridder. Wij zitten zelfs helemaal niet in school. Wat is hij hier allemaal aan het zeggen? Op zondag. Maar dat is toch ook wel heel bijzonder dat hij over hetzelfde onderwerp 2 films van de 2 verschillende kanten. Dat is toch ook wel iets bijzonders. Dat is een redelijk omslachtige grote film. Ja. Filmmaken is al een gigantische karwei. Als je dan zo'n hele grootscheepse film moet maken, vraag ik maar Nabil en Bilal. Of vele anderen, maar hij doet dat gewoon. Ridley Scott ook. Ridley Scott is denk ik ook 87 of zo. Ja, die is ook heel oud inderdaad. Zet hij op toe. Ik vind dat echt... Nu, hij dan ik. Maar.
Voilà. Maar dan gaan we nu naar de top 8 regie. Ja. Op de 8e plaats heb ik gezet zijn allerlaatste, wat ik ook straf vind, en daarom heb ik hem er ook gezet. Richard Jewell. Gaat over de 1996, de Olympische Spelen in Atlanta. En een semi-verijdelde bomaanslag. En de man, de security, de overijverige security guard, verijdelt daar die bomaanslag. En die gast is ja, een beetje simpel. Wordt ongelooflijk goed gespeeld. En zijn advocaat, want dan wordt hij ervan verdacht om zelf die bom daar gelegd te hebben. En zijn advocaat wordt fantastisch gespeeld door Sam Rockwell. En de man die de Richard Jewell speelt is Paul Walter Hauser. Kende ik verder niet. Ja, film van vorig jaar. En van zeer goed. Echt heel goed gedaan. Ja, is goed. Vond ik ook. Ja. En hij is van, ja, op 89-jarige leeftijd, gewoon dit nog even uit je mouw schudden. Hij is veel bezig met echt gebeurde zaken. Dit is ook weer zo een. Ja, het is gewoon een ongelooflijk goed verhaal. De acteurs zijn allemaal goed. Ja, op je 89, chapeau hoor. Ja, zeker. Ja, en Sam Rockwell kan eigenlijk niets verkeerd doen. Hè. En dingen, weet je, de moeder is Kathy Bates. En ik denk dat die zelfs genomineerd was voor iets. Ja, dat die een Oscar-nominatie kreeg. Die speelt de moeder, want hij woont nog bij zijn moeder. De security guard, hè, dat is een man van 30, 40 jaar. En die woont nog bij zijn moeder, dus die is een beetje simpel. En hij wil gewoon heel graag politieagent worden. En hij neemt zijn security job te serieus. Maar daardoor vereilt hij wel die aanslag. Cool. Ja, wil ik wel zien. Die is een aanrader. Echt wel, ja. Vond ik ook. Ah. Mensen nemen gerust, heb ik hem à la carte huren bij Telenet. Oké. Ik word betaald door Telenet bij de keuze van, dus ik vermeld die al. Maar ik zat toch bij Telenet. Mijn show staat ook op Telenet, dus je kunt kijken. Ja, voilà. Telenet, jongen, daar moeten we zijn voor alles eigenlijk. Ik zit ook bij Telenet. Ik betaal al 20 jaar. zo heet die nieuwe film van Christopher Dingen ook. Die heet niet Telenet, maar die heet Telenet in België. Ja, dat is de Belgische versie. De Belgische versie is Telenet. Telenet. Volgens Alex op de derde plaats, de Outlaw Georgie Wales. Een western. Zeer goede western van en met Clint Eastwood. Ja, gewoon een keigoede film. Dat klinkt echt heel onnozel, maar dat is zo een van die films die zo... Ja, je kon toch ook altijd wel een hoop westerns maken, maar ze waren ook niet allemaal hetzelfde. Hij had altijd een andere invalshoek of een manier waarop dat hem toch altijd een personage kon neerzetten die ofwel door omstandigheden gedwongen wordt om iemand anders te worden, hè, zoals het in The Outlaw Josie Wales eigenlijk een klein beetje is. Ja. Of iemand als William Money, die heel hard probeerde van iemand anders te worden dat hem was, maar uiteindelijk toch terechtkomt in wie dat hem echt is. Ja. Dus ik denk dat Clint Eastwood eigenlijk altijd een soort enorm succes heeft gehad met western helden. Hè. Hij was ook Rowdy Yates in Rawhide, en dan daarna was hem The Man With No Name. Maar ik denk dat hij zo toch ergens ook altijd zoiets had van, ja, maar ik wil daar wel eens een beetje meer diepgang geven, dat personage waar ik beroemd mee geworden ben. Dat je niet altijd eindeloos jezelf de rol blijft spelen, maar je geeft hem toch andere motivaties, of je maakt hem heldhaftiger de ene keer dan de andere keer. En ja, die Outlaw Josie Wales is toch ook een van zijn betere westerns, vind ik. Absoluut. Wel. Ja, dat is een goede film. Ja. Mm-hmm. Ja, het aardige is ook dat hij daar de loner speelt die tegen wil en dank een hele groep mensen om zich heen verzamelt. Hè? Waaronder die oude Indiaan, zeer... Ja. Sorry? Chief Dan George. Ja. Ja. Trouwens ook geen acteur en die kon wel goed zichzelf spelen, die kerel. Ja. En zo verzamelt hij een heel... Schandralokki zit daar ook, ook bij, hè. En ja, hij verzamelt een heel groep mensen om zich heen.
En gaat ook met een Indianenstam vrede betichten. Mm-hmm. De slechtrechten zijn eigenlijk overgelopen noorderlingen. Een groep slechtrechten die bij het noordelijke mm-hmm. leger terecht zijn gekomen. Ja. Dat zijn eigenlijk de slechtrechten. Indianen niet. Dus de manier waarop die met... Was goed, hè? Was goed. Je zou eigenlijk ook bijna een hele podcast kunnen vullen met mensen die heel slecht zijn in zichzelf spelen. Daar zouden misschien ook zo'n een rubriek van moeten maken. Want dat is wel... Zo, heb je ooit The Greatest gezien met Muhammad Ali, waar Muhammad Ali zichzelf slecht speelt? Ja, nooit gezien, ja. Of het onwaarschijnlijke. Je hebt zo'n film, maar hoe heet die nou weer? Dat is het vervolg... Be Cool heet die film. Het vervolg op... goddammit, mijn hersenen laten... Ja, inderdaad, Get Shorty. En het vervolg is Be Cool, wat trouwens een onwaarschijnlijk slechte film is. Maar ten tweede krijg je ook nog eens Steven Tyler, die zichzelf heel slecht speelt. Dat je er echt naar zit te kijken en je denkt, ik geloof u niet als Steven Tyler en jij zegt Steven Tyler. Je kent toch die anekdote van Louis Black, hè, de comedian Louis Black, die in LA, die woont ook ergens in New York, denk ik. Maar die moest naar LA vliegen om een auditie te doen voor een sitcom waar een personage op hem geschreven is. Dus het personage was op hem geschreven, maar hij moest toch voor eigenlijk als een soort, toch eventjes voor de dingen, moest hij een auditie komen doen. En hij was er niet door. Ja. Dus hij zegt, er is iemand die beter mij speelt dan ik. Ja. Dat is ook Chaplin ook, hè? Chaplin. Ja. In zijn... Chronische uitrust, al met zijn bolhoed en zijn snor, deelgenomen aan een Charlie Chaplin lookalike wedstrijd. Ja. En hij was derde. Derde, hè? Ja. Dat is toch die ook mega. Die heeft tweede, dat is helemaal echt. Nee. Ja, dat zijn massa's van die dingen. Ik denk dat het ook niet zo heel gemakkelijk is om uzelf te spelen, denk ik ook. Nee, want je hebt toch altijd de neiging, want dat denk ik dan ook altijd met die film waar je het net over had... Met die verrijdelde aanslag op die trein. Dan denk ik altijd, zouden ook niet de neiging hebben, als je in een film dat terug moest overdoen, dat je toch zegt, ja, maar ik heb toen die mega coole one-liner gezegd op dat moment. Ja. Ik denk van, maar dat was helemaal niet. Zo, ja. Dat je toch allemaal erbij gaat verzinnen, dat je toch cooler wordt dan dat je eigenlijk waard. Zo. Ja, ik zou dat heel moeilijk vinden om... Om toch niet een soort versie van je eigen te gaan spelen die eigenlijk totaal niet klopt of zo. Sowieso. Ja. Als er een film over uw leven zou ik het wel spelen. Ja, wel, maar dat is keigoed. Eindelijk een film dat hem knap is. En Alex, die is aan. Op gedeelde vierde plaats, onder andere deze, Million Dollar Baby. Daar heb jij hebt die gezet, Erik. Dat is een van jouw favorieten. Dat is zo niet het soort film dat je je favoriete film zou noemen, maar dat is een heel straf verhaal. Wel, het speelt door Hilary Swank, die een tweede Oscar had. Ja, heel mooi. Hij speelt er ook een zeer mooie rol in. Als hem misschien... Als hem ooit, ik weet niet of hem ervoor genomineerd is, maar ik denk zelfs niet, maar dat is nu wel, daar is hem echt qua acteren. Heeft hem daar een soort relief om dat personage, dat eigenlijk misschien wel... En soms geven ze een Oscar aan een acteur die... pak nu Brad Pitt. Het is dan niet dat hij zoveel beter is in Once Upon a Time in Hollywood dan in al die andere films die hem gedaan heeft, maar soms denken ze dan, het wordt echt tijd, we geven die een Oscar. En wel, die hadden ze toen misschien om iets te doen. Ja, dat is heel vaak, hè. Pacino, die een Oscar wint voor Scent of a Woman, maar die wint hij niet voor The Godfather, die wint hij niet voor Dog Day Afternoon, die wint hij niet voor Serpico, die wint hij niet voor... Dat je denkt, er zijn zo 10 rollen dat hij gedaan heeft, waar hij het al eerder voor had mogen krijgen, maar het is zo het soort, godverdomme, het wordt die tijd, Oscar. Ja, ja, ja. Zo, soms is dat goed. Soms ben je blij dat ze er nog een geven, hè? Ik bedoel, Hitchcock heeft er nooit een gehad. Wat natuurlijk echt een totale schande is. Nee. Vaak gebeurt het omdat ze denken, nou, die zal later nog wel iets heel goeds maken. Dan geven we hem dan wel. En dan, als het dan niet gebeurt, of als er dan van allerlei andere shit gebeurt. Maar ja, ik vind dat inderdaad ook... want hij heeft voor acteur, hij heeft dan wel voor regie. Maar voor acteur heeft hij nooit iets gehad, denk ik, hè? Eastwood? Nee, ik denk zelfs geen nominatie. Nee, ik denk het ook niet. Dat, en,
Een goede film, maar dat, is, dat, ja, dat bestaat letterlijk twee totaal verschillende delen eigenlijk, hè, die film. Ja. Zo, je deel hebt een gevoel dat het ergens naartoe gaat, en voor de mensen die hem niet gezien hebben, het gaat ineens drastisch ergens helemaal anders naartoe. Ja. Dus, en ook zoals het, wat hij toch wel vaak heeft, is dat hij, bepaalde maatschappelijke punten aanraakt. En hier doet hij dat ook heel hard. Ja. Mm-hmm. Ja. Nou, zonder inderdaad te spoileren, maar het is, want hij wordt heel vaak in een soort rechtse hoek geduwd. En toen hij op een of andere Republikeinse festival tegen een lege stoel stond te babbelen, was het ook wel een totaal dieptepunt wat mij betreft. Ja, maar hij is niet zo in een linker of een rechter hoekje te vatten, want in sommige dingen is die links en in sommige opzichten... Ja, menselijk en maan en links en... Ja. Het is een dubbel figuur. Het is een interessant figuur. En daarom is die ook zo interessant, hè? Ja, absoluut. Ja. Ook op de vierde plaats, door mij erin gezet, is Midnight in the Garden of Good and Evil. Mm. Wat ik een zeer leuke film vond. Die staat bij mij. Vond je dat niet goed? Nee. Ik kan op mij liggen, hoor. Maar, dat is niet de enige die niet mee was, hè? Maar, nee, absoluut niet. Was niet zo'n... Het is een film gebaseerd op een boek. En als ik, dat gebeurt maar één keer per, laten we zeggen, 2-3 jaar, dat ik dan het boek ga lezen. En dat is met deze gebeurd. Dus voor mij heeft hij wel een soort snaar geraakt. Speelt zich af in in Savannah, een soort New Orleans-achtig plekje. Waarin Kevin Spacey een hele flamboyante kerel speelt. Die wel of niet die Jude Law vermoord heeft. Maar is dat nu opzettelijk of was het zelfverdediging? En John Cusack speelt de schrijver die het verhaal gaat schrijven, is eigenlijk bedacht voor de film, want dus het boek gaat over al die personages in allemaal hele kleurrijke personages, en John Cusack speelt, het is een soort whodunit met heel veel kleurrijke personages. Ik vond dat heel erg leuk. De muziek is ook heel belangrijk, en de soundtrack. Alle personages, en Allison Eastwood, dus de dochter van Clint, speelt er ook in mee. En iedereen zingt ook een liedje op die soundtrack, Clint zelf ook. Dus van Johnny Mercer, waarin het huis het zich afspeelt. Nee. Johnny Mercer is een schrijver van muziek, ik kende die man niet, maar dat is... dus die liedjes van die schrijver komen erin voor. Ja, ik vond dat een hele aardige film, maar inderdaad... Je hebt net een van mijn nachtmerries terug naar boven gehaald. Namelijk Clint Eastwood, die I talk to the trees aan het zingen is. Wat misschien wel een van die dingen is waar ik soms nog zwetend van wakker word. Dat ik denk, wat is daar aan de hand? Hij Paint Your Wagon, by the way, voor de mensen thuis. Ja, Paint Your Wagon. Yeah. Waar ook het fantastische nummer wel van Lee Marvin in zit, hè, Wandering Star, waar wel de laagst zingende mens van de wereld is, denk ik. Maar wel cool. Goed, ja, mooi nummer. Ik vind het ook een goede film, eigenlijk. Ik vond die best wel plezant destijds. Ik heb die al niet gezien, misschien moet het ook nooit nog terugzien. Dat hangt daar misschien ook onder, maar toch. Heb jij het ooit nog gezien, Erik, of niet? Nee. Ja. Maar muziek is sowieso heel belangrijk. Hè? Hij is een grote jazzliefhebber. Hij heeft ook een film gemaakt over Charlie Parker. Die heet Bird. Ja. Mm-hmm. Ik vond dat een beetje een trage, saaie film. Maar ja, het duurt wel lang. 3 uur, dat is wel zo lang. Ja. Maar het is wel goed gespeeld. En je komt die muziek komt er wel heel duidelijk in. Dat is Forest Whitaker speelt Charlie Parker. Ik vond dat niet zo goed. Wat hij vertelt hem is dat meestal, met hij gaat heel spaarzaam ook op met muziek. Het is meestal zo, bijvoorbeeld Million Dollar Baby, dat is een fantastisch melodietje, dat hij ook zelf geschreven heeft. Voor veel van zijn films maakt hij zelfs muziek. Ja, klopt. Ik zal het zo zeggen, voor degene waar er niet veel muziek voor bij nodig is, daar maakt hij zelf bestand voor. Dan brengt hem zoiets en dan speelt hij met piano, van piano, hij zingt het voor. Ik weet het niet, dat leidmotief van Million Dollar Baby, dat heel vaak terugkomt in de film, dat heel eenvoudig, minimaal is, werkt ongelooflijk. Dus het is... Dan is het ook nog een goede muziek aan. Dat is in The Line of Fire is er ook... Daar speelt hem ook piano, hè? Hebben ze hem ook piano laten spelen. Scène met hem en René Russo, dat hem een harp versiert terwijl piano aan het spelen is. Op nummer 4 in onze top 8 is A Perfect World. Clint Eastwood, Kevin Costner.
Kevin Costner is iemand die uit de gevangenis ontsnapt, een kind gijzelt, en Clint Eastwood is samen met Laura Dern de flik die erachteraan zit. Dat was gekozen door Sven, maar hij kan het nu niet, uitleggen. Maar ook wel echt een goede film, vond ik. Ja, misschien, maar dat zal wel op een hand terug zijn, zeker. Ik kan het nog niet durven. Hoeveel kinderen moet je eigenlijk gewoon afhalen? Heeft die van hem gewoon halen? Die van zes vrouwen. Die van mij ook nog halen? Of hoe zit dat hier eigenlijk? Het aardige, een andere anekdote die je er wel over kunt zeggen, is dat algemeen geweten is dat John Wayne een grote hekel had aan Clint Eastwood. Omdat Clint Eastwood was de nieuwe westernheld. En John Wayne kon hem niet uit. John Wayne was old school. Clint was new school op dat moment. Dat wist ik niet. Ja, die hebben nooit echt een goede band gehad. Er is één foto waar ze samen op staan en ze staan echt ver uit elkaar. En dat was echt eenzijdig hoor. John Wayne moest hem gewoon niet. Want die zag daar. Nu, wat Clint Eastwood. Op dat moment was Kevin Costner met Dances with Wolves de nieuwe westernster. En Clint doet het tegenovergestelde. Die omarmt hem eigenlijk. En maakt een zeer goede film met hem. Ja, goede film. En ik ben niet voor kinderen in films. En heel vaak zijn dat irritante kutkinderen. Maar dat manneke in die film speelt daar fantastisch goed. Is geloofwaardig. Is niet te slim of te wijs. Is echt een kind die als een kind reageert. Ja. Dat gebeurt weinig hè, in die films. Veel te weinig. Kinderen zijn altijd iets te volwassen in films vaak. Ja. Dat je denkt van... die ook altijd zo dat grote wijze inzicht hebben. Dat zo de persoon in de film niet heeft. Terwijl dat ik wel... Net zoals Louis C.K. kan zeggen dat de eerste 8 jaar van mijn dochter had ik wel ongeveer alles kunnen hebben gemist wat dat hij gezegd had en het had niks uitgemokt. Ja, Sven had die film gekozen, hè? Sven had die film gekozen. Ja, Sven had die film gekozen. Ja, ja. Sven, het is altijd iets met kinderen. Hè. Ik heb die zo is dat. Wat ik ook Mark Dutroux en Sven de Ridder. Het is altijd iets met kinderen. Het manneke in de Perfect World heeft een Casper the Friendly Ghost. Hij mag, omdat hij Jehovah getuige is, mag hem van zijn moeder niet meedoen aan Trick or Treat. En hij krijgt een band met de personage van Kevin Costner. En mag dan wel verkleed als Casper ergens... Zogezegd gaat trick or treaten. Het is iets, het draait een beetje anders uit. Maar hij heeft een Casper the Friendly Ghost kostuum aan. En die film is een van Xander zijn favoriete films. En die is dit jaar 25. Casper the Friendly Ghost dingen. Dus dat is wel ook wel een leuke verwijzing. Ik vond dat een keigoede film. Ik heb dat niet gezien. Maar, misschien wel, ik weet het niet. Dat is zoiets dat ik maar vaag denk dat ik dat gezien heb, maar ik weet het niet. Nee, niet Casper. A Perfect World. Ik is uit 1993. Ja, dus man, lang geleden. Het was geen gigantisch succes. Nee. Maar John Wayne moest er niks van hebben. Dat weten we dan later. dan op nummer 3. Sorry? Ik wou John Wayne kon ook was niet uitstaan. Samen gemaakt de War Wagon. En dat was een goede titel voor wat hij op de set speelde. Continu oorlog. Maar dat heeft dan te maken met het feit dat John Wayne natuurlijk, dat is denk ik in 67 gemaakt, tijdens de Vietnamoorlog. En Kirk Douglas was bekend voor zijn liberale linkse opvattingen. Ja. En John Wayne voor de Green Berets en dat soort opvattingen. En het schijnt dat links-rechts dat geweldige. Het begon met politieke discussies en het eindigde bijna in vechtpartijen. John Wayne, ongelooflijk. Ik heb niet zo heel veel John Wayne. Ik heb The Searchers gezien. Ik heb denk ik dat alle John Wayne films die ik gezien heb, kun je op één hand tellen, denk ik. Dus ik ben niet zo thuis in dat. Hij is oud, hè? Maar well, get on your milk and drink your horse, soldier. dat was in zijn latere jaren, waar hij het niet meer zo goed wist. ik associeer die vooral met die imitatie van dingen, hè, in... Dead Poets Society. Well, which I see before me. Maar die sprak eigenlijk wel een klein beetje zo. Als je die film zag. Ja, en Robert Williams. Er ook nog altijd een heel funny stuk in de Amerikaanse versie van La Cage aux Folles, The Birdcage. Ja.
waarin dat je dingen hebt, hè, Nathan Lane, denk ik, en Robin Williams, een koppel. En op een bepaald moment zegt Robin Williams, well, walk like a man. En die zo, what does the man walk like? En die zo, walk like John Wayne. En dan voelt je zo de perfecte John Wayne wandel, maar dat is mega raar, hè, hoe dat hij wandelde. En dan zegt hij, what's wrong with that? En dan zegt hij, nothing, I just never realized that John Wayne actually walked like that. Ja, geweldig. Oké, heren, we komen bij de top 3 regie. Op de derde plaats, omdat ik die daar opgezet heb, is Play Misty for Me. Ja, mooi film. Ja. De debuutfilm. De debuutfilm. Hij was denk ik 41 jaar toen hij debuteerde. En als hij zien 41 films gemaakt heeft, dus maar dat is echt, ik denk dat Don Siegel ook af en toe op de set was. Dat is nu echt een film gemaakt in complete stijl van Don. Dat zou Don Siegel ook kunnen gemaakt hebben. En het is, dat is eigenlijk een beetje het verhaal van Fatal Attraction. Hè? Ja. Een DJ die lastiggevallen wordt door een obsessieve fan. Ja. Niet zo vrouwvriendelijk, denk ik. Zelfs niet voor die periode. Ik heb zo'n werk hem gezien, maar het is... Het is een beetje een slasher. Hè? Er zitten slasher elementen in. Hij is nog altijd spannend. Je hebt nog altijd... Je voelt ook... want hij is een brave gast. En hij gaat er te hard in mee. Ja, het is, die spanning blijft overeind. Is ook inderdaad samen, heel erg samen met Don Siegel gemaakt. Dit is nog voor Dirty Harry. Dit is ook 71, maar uitgebracht voor Dirty Harry. Ja. En het verhaal gaat ook dat in Dirty Harry, dat op een gegeven moment Don Siegel ziek was en hem daar ook een scène geregisseerd heeft. Dus dat inderdaad door elkaar liepen die twee films. Een bepaalde scène waarin die man zelfmoord wil plegen. Juist. In Dirty Harry. Is geregistreerd door Clint Eastwood omdat Don Siegel ziek was. Of, dat wordt gezegd, maar er wordt gezegd dat hij eigenlijk de kinderen moest gaan halen. Ja. De kinderen van Erik van Looy trouwens, by the way. Die was heel raar. Maar die net had in een DeLorean gedaan, dus dat viel dan ook wel weer mee. Ja, Play Misty voor mij, wat mij betreft, een van de beste films. En ja, zijn debuutfilm, dus dat is ook wel een heel bijzondere. Dan mooi. Op twee, ja goed, daar hebben we het al over gehad, maar op twee, dus de film die en in de acteur en in de, dat is Unforgiven. Ja, daar heeft hij ook zijn Oscar voor gekregen. Dus Alex, Sven en Erik hadden die alle drie in je top 3 staan. Ik weet wat nummer 1 wordt. Ik denk dat ik weet wat nummer 1 wordt. Ja, want daar was ook geen twijfel over. Dus Unforgiven. En dan inderdaad op 1 stond bij en Alex en Erik en Sven op nummer 1. En dat is Mystic. Mm-hmm. Ja, super goede film, hè. Dus stond bij jullie alle drie op nummer 1. Gaat hem onder Stumbo. Kijk nog ook. Mystic River, dames en heren. Ja. Inderdaad. Het zal wel zin. Sorry, ik ben heel blij. Ik kan weer de keuze voor Mystic River, hè. Niet dat ik plots blijf over de plot van de wereld. Over het leven. Gewoon, zo ineens. Goeie film. Nee, ik heb hem gisteren herbekeken en dat is echt een fantastische film. Ja, absoluut. Het is ook een onwaarschijnlijke ster. Hè? Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Lawrence Fishburne, Marsha May Harden, weet dat? En die Lindsay, weet je nou, die andere vrouw speelt. Maar goed, ja, allemaal top. Iedereen speelt dat fantastisch. Het speelt zich af in Boston, denk ik. Dat is Boston, hè? Boston. Ja, het zou wel zijn. Het is denk ik ook zo'n meest emotionele film. Het is zeer emotioneel. Ja. En hij heeft dan natuurlijk nog veel emotioneel. Dat is een boek van Dennis Lee Hane, maar een hele schrijver is en ook Shutter Island. Ja, en The Drop heeft hij ook geschreven. Ja. En ik denk Gone Baby Gone ook. Juist, ja, klopt. Heel goed schrijver die altijd heel spannende films, maar vooral ook zeer menselijke en zeer emotionele films. Plus ook heel straf, Dennis Lehane heeft eigenlijk een hele goede tv-serie gemaakt van een hele middelmatige boek van Stephen King. The Outsider, dat is nog niet zo lang geleden, is dat een tv-reeks geworden. En je ziet bij de credits dat het script geschreven is door Dennis Lehane. Ja. En dat is eigenlijk beter dan het boek van Stephen King.
Dus okay. Dat is wel een hele straffe vind. Ja. Ik vond dat ook een hele coole film. Ik vond vooral ook zo die scène op het einde van de film, waarin dat Sean Penn zijn vrouw, wie speelt die actrice nu weer? Die actrice die dat speelt, dat is dat Maria Bello? Is dat die? Nee, die andere. Wacht even. Wie speelt het nu weer? Oh man, kerstom dat ik het aan die kan zien. Is dat J. Harden? Of, Nee, dat is de vrouw van Tim Robbins. Dit is Laura Linney. Laura Linney, juist. Laura Linney. Die zo bij hem zit en die eigenlijk zo Lady Macbeth gewijs tegen hem zegt, weet je waarom dat jij de man bent? Want al de rest is zwak. Absoluut. En je voelt zo heel hard dat zij wel the power behind the power is. En dat is, ook, een heel cool moment in die film. Ja, maar ook het besef, de scène tussen Kevin Bacon en hem en Sean Penn, dat Sean Penn beseft dat hem de verkeerde vermoord heeft. Hè? Dat was ongelooflijk. Ook dat hij beseft dat zijn dochter dood is, dat hem zo door al die mensen moet worden tegengehouden. Iedereen speelt dat daar. En Tim Robbins, waarvan je ook echt niet weet hoe dat nu in elkaar zit, wat er aan de hand is. Die spelen allemaal, zitten die op het toppen van hun kunnen. Het verhaal gaat over drie vrienden, jeugdvrienden die wat uit elkaar zijn geroeid. En de ene in latere tijd wordt de ene zijn dochter vermoord. De andere is de regisseur die het moet oplossen. En de andere is iemand die er misschien iets mee te maken zou kunnen hebben. En het is. Ja, dat zit zo goed in elkaar. En het feit dat je ook voelt dat die allemaal een heel leven hebben doorlopen. Meestal scenario's redelijk eenduidig van oké, het gaat daarover. En je voelt dan al die drie de personages dat die al van alle... Er zouden nog vijf films over die personages gemaakt kunnen worden. Ja, nou, hele coole film. Heel goed. Ja, absoluut. Ja. Dat een soort unanieme keuze. Ik ben blij dat het niet het meest voor de hand liggende keuze is. Nee. Ja. Maar dat is ook gewoon een film die je daar buiten het feit dat het een Clint Eastwood film is. Gaat dat ook geen Clint Eastwood film kunnen zijn geweest en dat dat nog in een top 10 van die zijn er wat kunnen geëindigd zijn. Dat is gewoon een onwaarschijnlijk goede film. En het is dan nog raarder om te weten, als je ziet, want ik had bijvoorbeeld voordat we deze podcast gingen doen en ik wist dat hij ervan ging komen, heb ik zo, het is niet gelukt, want helaas konden ze niet leveren naar België, maar er was zo'n soort Blu-ray collection van ongeveer alles dat Clint Eastwood ooit gedaan heeft. Zo, bijna volledige collectie. €300, ja. En 60 films. Ja, kei veel, maar ik begon dat allemaal af te gaan. En man, hoeveel goede films kende van die mens. Ja. Als we nu eens even gewoon samenvatten wat die allemaal gedaan heeft, man. En hoeveel goede films dat eigenlijk allemaal zijn. We hebben nu even zien, 15 plus 7, 22 films besproken. Ja, nog een paar erbij. En het aardige was, inderdaad, toen ik die lijst moest samenstellen, dat we allemaal, er zitten een paar overeenkomsten, hè? Mystic River was bij jullie drie allemaal op één. Maar er was zoveel verschillende films. Ja. Hè? Ik bedoel, als je bij anderen, ik heb een Rutger Hauer podcast gedaan. Ja, Blade Runner stond op één. Weet je wel. Ja. Hè? Die top 5 kun je wel ongeveer raden wie die is. Bij Clint Eastwood kan daar alle kanten op. De Hitcher, Flesh and Blood. Wat zouden we er nog in douwen? Dan ben je er een end. Blind Fury, man. Dat is een leuke film. Ik moet ermee lachen. Blind Fury. Hoe heb je gezien? Er zit een van de beste scènes in. Dat de slechterik wordt gespeeld door een Japanse echte ninjutsu-meester, Sho Kosugi, die dat eigenlijk ook heel veel van die Enter the Ninja en dat soort films heeft gedaan. En op een bepaald moment moet hij op het einde er tegen vechten met zijn zwaard. En die is uiteraard blind. Dus je voelt echt aan zijn gezicht en je zegt, Japanese, huh? Zo, daar moest ik keihard mee lachen. Dat zijn van die dingen dat je nu vandaag de dag echt niet meer kunt flikken in films. Maar hoe funny was dat? Ja, kei leuke film ook. Waar dat trouwens ook dingen in komt. Meg Foster, ja, die met die lichte ogen zo. Die speelt een vrouw van. Ja. Maar goed, en we hebben nog een hoop films niet eens benoemd, hè, jongens. Ik bedoel, die nog heb liggen. Spill Rider. Ook zeer goed. Die Sully-film met Tom Hanks vond ik goed. American Sniper vond ik goed. True Crime vond ik goed. Even zien. Ja.
The Gauntlet, Space Cowboys. Mm-hmm. Ja, er zijn... Hij heeft gewoon een heel... Mm-hmm. Oeh, we hebben nog tijd, hè? Nee, ja, we zijn bij ons. De enige die we niet besproken hebben en waar ik het toch van jullie wil weten, omdat die, ik moet eerlijk zijn, die staat niet in de top 10 of in de top 5 of weet ik van wat, maar ik heb er toch met plezier naar gekeken en misschien ontken ik nu mijn mannelijkheid voor de rest van mijn leven, maar fuck it. Bridges of Madison County. Wat vinden we daarvan? Dat is die romantische film. Ja, zeker. Romantische film, ja. Met Clint Eastwood als fotograaf. En hij wordt verliefd op, hoe heet ze daar? Margaret Thatcher. Meryl Streep, ja. Hij wordt verliefd op Margaret Thatcher. Dan was het al een betere film geweest. Ja. Wat zeg je, Erik? Ik heb het ooit gezien, toen ik jonger was. En toen vond ik dat niet zo goed. Maar nu ik meer levenservaring heb ik dat teruggezien. En vond ik dat wel goed. Ja. Wat dat verder ook te betekenen heeft, dat weet ik niet. Maar ik denk... Bij mij denk ik dat min of meer hetzelfde is, alleen ik heb hem niet teruggezien. Dus ik heb dat heel lang geleden gezien en dat was niet... Voor mij was dat niet iets dat enorm bijbleef van hem. Hoewel dat Clint Eastwood is ook zo'n acteur. Ja, je vindt dat nooit erg als je daar naar moet kijken. Nee. Ja. Clint Eastwood is altijd cool, ongeacht wat dat hij speelt, je blijft, ja. Want dat is ook een, wat je er straks ook al zei, Erik, dat charisma van die mens is onwaarschijnlijk. Ja. Dat is ook iemand dat ik mij nog herinner, ik weet niet meer voor wat dat was, dat hij zo'n een speech kwam geven of zo. Ja, dat was het. Ik denk dat het zelfs voor toen hem won voor Unforgiven, maar ik ben niet meer zeker. En je hebt dat toch zo vaak tijdens de Oscars, dat zo, als ze vinden dat het wat te lang duurt, dat zo de band al begint te spelen. Zo. Ja, die hebben toen wel de fout gemokt van dat te doen bij Hollywood Royalty. Hè? Want dat is natuurlijk niet... Je hebt acteurs en je hebt sterren en je hebt dan zo die... Die 1% waar Clint Eastwood wel bij hoort. En dan begon, en dat was ook bijna letterlijk, dat hij begonnen te spelen. En dat hij zei, what's going on here? En je voelde zo... Dat was, je hoorde nog net niet zo... Zo in viool, zo zeggen van... God damn it! Zo, we hebben just Dirty Harry onderbroken. Zo, we moeten echt in een ambrasie met die event. Maar die gaf ook zo die typische... Clint Eastwood blik naar dat orkest van een, wat zijn we van plan, want ik heb nog niet gedaan mannetjes, en je voelde ook, dat is een van de weinige mensen waar zelfs die Academy van zegt, ja, die gaan we nou wel een paar minuten langer geven, want dat krijgen we niet gedaan als we het hier onderbreken. Dus fantastische. Ja, de man is vandaag 90 jaar geworden, en het ziet er niet uit... Dat stopt, hè? Ik bedoel, het ziet er nou uit dat er nog echt wel films gaan volgen. Of die zelf nog gaat spelen, kan ik moeilijk inschatten. Ja, ik dacht daarvoor de Mule ook niet meer. Nee, ja, precies. De rol, en dan blijkt het nog te jong te zijn voor die rol. Dus dan doet dat toch. Ja, de mogelijkheden om rollen te spelen als je 90 jaar bent, worden natuurlijk kleiner en kleiner en kleiner. Hè? Je bent, op een gegeven moment heb je de rol van overgrootopa gekregen. Hè? Want het is... Ik denk dat hem nu nog het levensverhaal van Kirk Douglas gaat spelen. De laatste week van Kirk Douglas. De laatste week van Kirk Douglas. Ja. Wat ik ook heel funny vond aan Kirk Douglas, en toen was hij al 98 en ze interviewde ooit Michael, zijn zoon, en die zei... dat hem zijn vader nooit alleen liet met Catherine Zeta-Jones. Want die kon er niet afblijven en die bleef die versieren. Ja. En die zei, die vent is 98 en ik vertrouw die voor geen meter met mijn vrouw. Dus wat een vent moet dat geweest zijn, man, Kirk Douglas. Holy crap. Het is wel zo dat soort iconen... Sorry? De meest seksueel actieve van alle zeer seksueel actieve Hollywood-acteurs. Kirk. Ja, maar zijn zoon was ook al notschend wel redelijk indrukwekkend. De genen werden wel doorgegeven daar. Dan moet er wat geweest zijn op een familiefeest. Waar is de Kirk? Die kwamen niet aan ballen. Met je moeder. Met ons ma! En je weet, zijn vrouw van de Kirk was een Anne Badens. Ja. Oh, is dat echt? Ja, onduidelijk. Maar denk eens Franstalig. Kijk eens aan. Godverdomme. Ja. Die heeft hem getemd, zal ik niet zeggen, maar is onze zijde gedaan. Ja, die heeft dat gewoon volgehouden. Dat is een beetje gelijk België, dat houden we het ook vol terwijl het al lang niet meer marcheert.
Ja. Raar statement nummer 5 ja. Van de pot. Nee, maar goed. Hey, het is wel zo, Clint Eastwood, Kirk Douglas, Charlton Heston. Zo maken ze niet meer, hè? Toch? Of wel? Dat is een ander soort. Nee. Ik weet het niet. Misschien Tom Cruise, misschien? Ja. Zo iemand waar je nog wel van kunt zeggen, zo'n soort iconiske gast die toch al een hele lange carrière heeft en waar je ook wel redelijk wat films van kunt opnoemen. Ja. Of Tom Hanks, wat een beetje de Jimmy Stewart van nu is of zo. Ja. Ja. The Rock, hè? Ik bedoel, dat is een beetje de Marlon Brando van nu, vind ik persoonlijk. Ja. Pas op, dat is minder slecht dan. Maar oké, goed. Nee, maar het is niet. Het is toch niet zoals ja, dat systeem is ook niet meer zo. Hè. Vroeger werden die films echt opgehangen. Er was elk jaar een film met, of twee films met een Eastwood, met een deer, met een deer. Ja, dat is niet meer zo. Hè. Er zijn eigenlijk nauwelijks nog echte filmsterren. Ja. Als we nu nadenken, okay, we zullen wel 10 namen vinden. Ja. Mensen die eender wat maken en de mensen komen kijken. Je hebt DiCaprio. Je hebt Brad Pitt zelfs niet, want dat is ook meestal zo. Nee. Ze houden het zelf ook niet meer in stand. En er is ook een tijd geweest. Ja, dat ze zoveel betaald zijn geweest, dat het studiosysteem dat zelf hebben teruggeschroefd. Dus in tijd was Stallone en Will Smith en anderen, dat die 25 of 30 miljoen dollar kregen per film. Ja. Ik denk dat sindsdien is het een beetje minder, denk ik. Ja, klopt. Ja. Dingen zei dat ook heel schoon, die een acteur, ik zijn ze de naam even kwijt, die dat, die dingen speelt, The Falcon in... Die Falcon speelt in de Marvel-films. Ah ja, die donkere kerel. Ja, die zwarte acteur. Je zei... Don Cheadle. Nee, het is Don Cheadle, want Don Cheadle speelt War Machine. Hè. Die speelt Rhodey, maar het is de naam... Ja, zwart, ik moet het even opzoeken. Sorry dat ik me zo'n naam niet herinner, maar ik ben legendarisch slecht in bepaalde namen onthouden. Ik kom er zo op, de houden maar zien. In ieder geval, hele coole acteur ook, zo, want je zit ook in die laatste reeks van Black Mirror, zit je ook in en zo... maar dat is die zegt op een bepaald moment, ja, maar ik ben niet beroemd, hè. De Falcon is beroemd, Captain America is beroemd, zo Thor is beroemd, dat is hetgeen dat dat is, die personages zijn beroemd, maar wij zelf vullen dat eigenlijk maar in. Ja, dat is begonnen met James Bond, hè. Ja, James Bond was een van de eerste personages waardoor meerdere acteurs ingevuld kon worden, blijkbaar. Omdat James Bond was. Ja. Dat is Anthony Mackie. Anthony Mackie, een goede acteur. Ja, want je zit ook in dingen, dat is ook zo'n hele goede film. Hoe heet die? Pain and Gain, heb je die nooit gezien? Ja, dat is ook met The Rock en Mark Wahlberg. En, of die slechte overvallers die er zo niks van pakken. Zo. Ja. Dat is ook geweldig. Dus dat is een kei leuke acteur. Maar die verwoordde dat heel mooi, vond ik, in een interview. Dat hij zei, ja, ik ben hier niet de ster, hè, man. Mijn personage is de ster. Als ik morgen beslis om dat niet meer te doen, dan doet iemand anders dat. En het gaat gewoon verder. Ja. Zo, terwijl je moeilijk kon zeggen, Rambo wordt nu... Hè, Rambo is played in this episode by zo een of andere acteur die er niet toe doet. Dat kon er niet. Ja, je weet het niet. Ik denk dat anno nu, ik bedoel, Mad Max is nu ook Tom Hardy, hè? Ik bedoel, alles. Nou, je kunt het rebooten, dat is wel waar. Dus dat kun je natuurlijk wel doen, maar ik bedoel, in die een tijd kon dat niet. Nee. Zo, je merkte heel hard dat we nu veel hard dat ook gewend zijn dat een personage om de 2 minuten wordt gereboot. Hè? Nu heb je weer een nieuwe Batman. Hè? Je hebt... Die Spider-Man op 5 jaar. Veel Jokers hebben we al gehad in de voorbije jaren. Ja, allee, het blijft allemaal komen. Hè. Je kunt elk personage wel rebooten en door een totaal andere acteur laten spelen. Maar ik denk niet dat je in de jaren 80 had moeten aankomen met Ted Danson is Rambo. Zo. Dat niet echt gemarcheerd. Ik was wel gaan kijken, denk ik. Ja, ik had het wel willen weten. Het verschil is natuurlijk wel dat dat zijn al Marvel-helden die bestonden al sinds de jaren 60. Hè? En dat zijn ofwel literaire ofwel comic book heroes. Iets als Rambo is gecreëerd voor de film, voor de cinema. Hoewel First Blood ook wel een boek was. Boek, eigenlijk, boek van David Morrell. Ja, ik heb nog een boek. Weet je trouwens waarom hij Rambo heette? Nee, vertel. Omdat David Morrell zijn favoriet auteur of dichter was, Rambo. Ach, ik vind het? Ja, en daarom heet hij Rambo. Dat is een hommage om... Het is eigenlijk jammer dat het niet zo gebleven is. Rambo 2, Rambo. The Mission. Ja. Ja, ik kan bij Rambo kan ik niet aan dat die tweede film, die heet Rambo 2...
Maar dat is niet Rambo 2, hè? Dat is First Blood 2, Rambo. Ja, bedoel, die heet... Ja, die heet eigenlijk, Rambo First Blood Part 2, The Mission. Zo heet hij eigenlijk. Dat is de volledige titel. Ja. Ah, en die andere heet Rambo 3. En dat zou eigenlijk Rambo 2 moeten zijn. Dat is Rambo 2,5. The Naked Gun, 33 and 1/3. The Final Insult. Harry Potter, the Unnecessary Sequel. Ja, zo, dat soort... Nee, het is Rambo 3 die de juiste is. Want het is Rambo First Blood Part 2, je hebt gelijk. En de derde heet Rambo 3. Terwijl die eigenlijk, dat zou eigenlijk Rambo 2 moeten zijn. First Blood Part 3. Ja, okay, of Rambo First Blood Part 3, Part 4. Ja, whatever. Goed, hebben we nog een is er nog een laatste opmerking? Ja, vinden jullie dan niet dat de Sven heel lang weg was met de kinderen? Ja, ik denk dat dat helemaal niet waar was, dat hij er gewoon geen zin meer in had. Nee. Sven had er genoeg van. Ja, dat is Sven, hè. Dat is een uur. En die zijn agenda is ook zo vol, als je een uur kunt krijgen, dan krijg je ook maar letterlijk een uur, hè. Nou, ik zin de definitie van de werkeloze artiest, dus wij kunnen deze nog 17 dagen doen. En ik hou dat vol, geef maar gewoon een thermos koffie en fuck it all. Man, we zijn hier 3 weken bezig over één film, als je wilt. Nee, goed, we gaan het een beetje afsluiten. Ik vond het zeer aangenaam. Zijn er nog laatste opmerkingen, Clint Eastwood, anekdotes of iets wat we nog vergeten zijn? Of een quizvraag? Ook een Erikje. That's enough of that. Wacht, nee? Nee, maar ja, we hebben al wel wat negatief. We hebben veel positief verteld, maar ja, je moet ook eerlijk zijn. En, eigenlijk is het ook niet zo negatief. Hij had zijn eigen parkeerplaats in de Burbank Studios. Ja. Een dag stond daar een madammetje geparkeerd op zijn plaats, door omstandigheden. En hij kwam eraan met zijn pick-up truck en heeft er gewoon tegengereden. En dat madammetje heeft hem voor de rechtbank geslept om $100,000 te eisen. Wat ze niet gekregen heeft, ze heeft $900 gekregen voor het herstellen van... Van de hagen. Ja, want dat is toch wel... Dat is toch niet lief, hè, dat je er dan tegenrijdt. Maar anderzijds, ze had het ook wel een beetje zelf gezocht, want ze reed met een Nissan Maxima. Dan mag je blazen dat hem ook nog niet nog eens overhuur gereden. Nee, ook balpen door een auto eigenlijk, basically. Nee, want, ik denk dat hij iets van 20 of misschien wel 30 jaar bij Warner Bros. Zat, hè? Of misschien nog wel langer. Ze lieten hem doen wat hem wou. En ze hebben nooit, geloofden niet in testscreenings. Je hebt nooit een film met wat testen. Hij deed gewoon wat hij wou. En af en toe, en wat ze zeggen soms van, oké, maak je een film, die heeft zoveel gekost en die marcheert dan niet. Maar hij heeft veel films gemaakt die niet echt goed gewerkt hebben. Maar ze wisten altijd van, wat hem maar doen, om de 2-3 films komt er een film die geweldig scoort. Zelfs op het moment dat je dat niet meer verwacht, pakt American Sniper. Dat is een mega succes. En dat betaalt dan weer 3-4 films die het wat minder doen, zoals die 1575. Ik denk dat het ook wel Brothers zit. Ja, nog altijd. Ja, alles. Ja. Ik denk dat dat 30, 40 jaar is dat hij bij Warner Bros. Ik denk dan dat hij doodgaat, dat ook zo instort, die studio. Zo, dat je dat... Ja, en hij heeft ook altijd diezelfde parkeerplaats, datzelfde kantoor. Daar zit hij al zijn hele leven, heb ik het gevoel. Al Paso Company heeft hij daar... Ja. Nee, Warner Brothers. Straf. Ja, ook iets dat ik denk dat je niet veel niet meer gaat meemaken. Hè? Ook weer door, denk ik, het veranderende systeem en zo. Dat zulde jij wel veel beter weten dan wij, Erik. Maar ik denk niet dat je nog iemand gaat hebben waar zo'n studio van zegt, goh, laat die hem wat doen. Dat denk ik dat die tijden zo wat voorbij zijn. Ik denk dat Christopher Nolan ook wel als regisseur... Ja, maar dat is nu ook wel... Er noemt erna ook wel een op, hè. Ja. Dat is een van de laatste grote regisseurs dat erbij gekomen is. Hè. Man, die heeft nog niks slecht gemaakt. Hè. Nee. Spielberg, zo, die kan ook wel zijn eigen wat permitteren, denk ik... Ja. Er zijn er misschien nog wel een paar, maar dat zijn er niet veel die dat vandaag... Ja, dat klopt. Ja. Dat is absoluut. Absoluut. Ja. Heel cool. Clint. We mogen Clint zeggen nu, hè? Nee, maar nu kennen hem nu, hè? Ja. Ja, jij hebt hem echt ontmoet. Verjaardag, Clint. Happy birthday, Clint. Clint, happy birthday. En you really make my day, Clint. Heren, super bedankt voor het gesprek. Ik vond het echt heel erg leuk. Ja. En tot de volgende keer. Yes.
Ik vind trouwens dat we toch echt moeten eindigen met deze. Ja, doe maar. That's enough of that.